Yo, yo, yo! Volgens mij zijn we live als het goed is. Als het goed is zijn we live. Ik zie dat er gewoon al 1000 mensen aan het wachten zijn voordat we überhaupt live gingen. Dus dat is wel echt insane. Ietsjes eerder, een paar minuutjes eerder. Want officieel zou ik 1 uur live gaan. Het is nu 3 voor 1. Dus ietsjes eerder. En we gaan vandaag zo'n lijpe livestream doen. Want ik heb namelijk een account met 10.000 edelstenen. Waarschijnlijk hebben jullie dat wel gezien. Daarmee kan je behoorlijk veel. Dat kost normaal in totaal. Ja, jullie weten het. Gewoon 5 keer deze 110 euro kost dat gewoon. Oh, wat. En dat gaan we allemaal opmaken in deze live. Nou, nee, trouwens niet allemaal. We gaan in deze livestream de helft opmaken. Dus dat is 5200. En we gaan nog minigames doen. Ik had nog een soort van overzichtje gestuurd. Dat had ik op mijn kanaal geüpload van wat we gaan doen. We gaan de eerste 3 kwartier gaan we ongeveer dozen openen. Knokkers vrij spelen en gewoon upgrades doen, sterrenkrachten krijgen, gadgets, misschien de hele Brawl Pass kopen, dat is ook wel leuk. Dat gaan we de eerste 3 kwartier doen, daarna gaan we nog een uurtje misschien wat pushen, zodat we misschien de boel kunnen vrijspelen of Jesse. En het laatste 30 minuten gaan we dan ook nog minigames doen en dat doe ik samen dan met jullie. Het wordt echt een hele lijpe livestream. Het wordt helemaal een hele lijpe livestream. De hele chat gaat los. Code Bows. Ja jongen, het is echt niet normaal. Oh, ik zie trouwens de eerste donatie al binnenkomen. Ik zag trouwens dat voordat we überhaupt live gingen, Minecraft ook nog 1 euro had gedoneerd. Dus als je kijkt, dankjewel dat je meekijkt. En dat je natuurlijk eventjes had gedoneerd. Maar laat maar weten wat jullie willen. Wat moet ik als eerst gaan doen? Moet ik de Brawl Pass helemaal gaan kopen? Moet ik dozen gaan openen? Moet ik een legendarische knokker kopen? Of moet ik een challenge doen voordat ik een legendarische knokker mag kopen? Laat het allemaal weten in de chat. En dan ben ik benieuwd wat we moeten te gaan doen. Pushen met kijkers, please. Dat gaan we nu niet doen. We gaan nu gewoon een lijpse doosopening ooit doen. Ja, dat kan natuurlijk altijd nog binnenkort een keertje in een andere livestream. En trouwens, vergeet natuurlijk niet de code BOWS te gebruiken op het moment dat je je edelstenen uitgeeft of dat je iets koopt in Brawl Stars. En checken, BOWS aan mijn kleding. Link staat in de beschrijving. Genoeg gezegd, laten we nu maar gaan kijken. Ik zie wel wat Brawl Pass. Er wordt echt zoveel gespamd. Dat is echt niet normaal. Ik zag trouwens Bierbuik, dat hij ook nog had gedoneerd. Dankjewel, Bierbuik. Dozen Brawl Pass. Ik zie meer Brawl Pass, heb ik het idee. Dan beginnen we daarmee. Dan ga ik de Brawl Pass kopen. Dan gaan we die helemaal boosten tot het eind. Gaan we alle Brawl Pass rewards in één keer achter elkaar claimen. En ik had gezegd, in de video van gisteren, had ik dit al aangekondigd. En dan konden jullie in de reacties achterlaten hoeveel knokkers ik zou vrijspelen dan, zeg maar, voor die 10.000 edelstenen. En er waren zoveel reacties en de meeste waren een beetje rond de 30 knokkers. Dus ik ben benieuwd hoeveel knokkers ik in totaal ga vrijspelen. Lou speel ik trouwens sowieso vrij. Maar ik ben benieuwd of we ook legendarische knokkers kunnen vrijspelen uit dozen. Maar daar gaan we achterkomen. En wat we ook gaan doen is natuurlijk gewoon kijken hoeveel knokkers we maximaal level kunnen krijgen. Want dat is natuurlijk ook net zo nice. Nou, we gaan nog even lekker door. Volgens mij gaat dit door tot de 70. Dus dat is best wel veel. Dat is best wel veel. Maar ik verwacht echt dat we vet veel dikke knokkers gaan krijgen. Heel echt wel legendarisch zijn. Anders kunnen we eventueel ook nog alle legendarische knokkers gewoon kopen in de store. Want ik zal het zo meteen even laten zien. Alle legendarische knokkers hebben momenteel een aanbieding in de store. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik zie ook allemaal comments. 34 knokkers. Frank die denkt dat ik 23 knokkers ga krijgen. Luc denkt dat ik 18 knokkers in totaal ga krijgen. Ik zelf denk 26. Ik denk dat ik aan het eind 26 knokkers heb. Dat is dan zeg maar aan het eind van de livestream van morgen. Maar ik heb nu de hele Brawl Pass geboost. Dus dan gaan we ze gewoon lekker openen, de rewards. Dit wordt zo ziek. Trouwens, ik zie dat we 4000 kijkers hebben. Ziek dat jullie allemaal aan het kijken zijn. En we krijgen nu trouwens ook Dynamike. Omdat we natuurlijk die Dynamike skin nog niet... Omdat we die nu vrij spelen. Dus dit is de eerste knokker van deze livestream. Oh, yo, dit is echt insane. En vergeet natuurlijk allemaal niet even dat duimpje omhoog achter te laten. Zou nice zijn als we de 2000 likes kunnen halen. Hier zoveel reacties. Dex denkt 22. Rick denkt 26. Adam denkt 33, dat is wel redelijk veel. Yo, en hier zegt iemand 39. Vince die denkt 39, dat lijkt me dan wel heel sterk. Hoeveel knokkers zitten we momenteel? We hebben er momenteel 6, dus dat is nog niet heel veel. Edgar, Shelly en ja, een beetje de standaard knokkers. En Edgar kreeg iedereen natuurlijk gratis. Maar ik zal het nog even laten zien. Kijk, je hebt hier een aanbieding van Spike, Amber, Sandy,
En dan heb je hier ook nog Leon. Dus dat zijn allemaal legendarische knokkers die je bam allemaal kan kopen in één keer. En dan heb je ook nog een aanbieding van Frank en Gil. Dus als ik wil, kan ik gewoon 5 lijpe knokkers kopen in de store. Maar dat gaan we nu nog niet doen. Misschien verderop in de livestream. Eerst gaan we nog even de hele Brawl Pass vrij spelen. Want wie weet krijgen we hier nog knokkers uit. En dit is er één. Dit is er één. Let's go. Let's go. Oké, de eerste knokker die we krijgen uit de doos. En het is El Primo. El Primo. Dat is een zeldzame knokker. En die zijn niet zo heel moeilijk om te krijgen. Dus gewoon El Primo is vrij makkelijk. Trouwens, ik weet iets leuks gemaakt. Ik ga Edgar even upgraden naar maximaal level. En dan kunnen we de gadget en sterrenkracht van Edgar ook krijgen. Want ik heb hier natuurlijk allemaal van die punten die ik allemaal ga inzetten op Edgar. En dan hebben we gewoon een maximaal level knokker op dit account. Zou dat lukken met alle boosten die ik momenteel hier heb? Koop Amber. Ik zie hier een comment koop Amber. Ga ik misschien zo meteen doen. We gaan eerst even de hele Brawl Pass openen. En dan gaan we daarna misschien nog knokkers kopen gewoon in de store rechtstreeks. Maar dan mogen jullie bepalen welke legendarische knokker dat moet zijn. Maar we kunnen er eventueel ook een challenge bij doen. Dat ik bijvoorbeeld eerst iets moet winnen of moet halen voordat ik dan zo'n legendarische knokker mag kopen. Maar dat zien we zo meteen. We gaan eerst eventjes verder met de Brawl Pass. En ik ga dus even Edgar upgraden naar maximaal level. Maar ik open per ongeluk een grote doos. We krijgen helaas geen knokker eruit. Dat is dan wel weer jammer. Je hebt hier op het eind nog 500 punten. Heb ik dan voldoende? Volgens mij heb ik nu voldoende om Edgar in één keer naar maximaal level te upgraden. Dat is wel lijp. Oh, nou dan heb ik de coins niet. Oh shit. Oké, we moeten eerst nog even wat dozen openen voordat we coins... Ja, ik vind het zonde om rechtstreeks coins te kopen, dus dat gaan we niet doen. We moeten eerst nog even dozen openen voor de coins. Lol, dat had ik niet even verwacht. Doe niet upgraden. Ja, ik vind het toch wel leuk om te gaan upgraden. Want dan kunnen we ook gadget sterrenkrachten krijgen. En dan wordt het eigenlijk nog lijper deze livestream. Eerste megadoos krijgen we niks. Grote doos. Ja hoor. Ja hoor. Het is weer een knokker. Het is weer een knokker. Ik zie trouwens dat Miel ook een donatie heeft gedaan. Dankjewel voor je donatie, Miel. Maar ik ben benieuwd. Welke knokker gaat erin zitten? Laat het weten in de chat. En dan gaan we hem over 10 seconden openen. En dan ben ik benieuwd. Ik ben benieuwd. 10, 9... 8. Ah, nou, ik ga het niet helemaal aftellen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga nu drukken en dan 3, 2, 1, go! Het is Poco. Een zeldzame. Dat is dan wel weer jammer, hè. Dat is wel weer jammer. Nou, in principe, het is knokker, dus dat is nice. Maar zeldzame knokkers zijn niet super speciaal. Trouwens, meer dan 5000 kijkers. Super tof dat jullie allemaal kijken. Voor de nieuwe kijkers, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En wat we deze video doen is gewoon een lijpe livestream. Of wat we in deze livestream doen, zo moet ik het zeggen. In ieder geval, we doen een lijpe livestream. En ik ga gewoon de hele Brawl Pass kopen. We gaan allemaal knokkers kopen. Het wordt echt de lijpste Brawl Star livestream ooit. Ik had 10.000 edelstenen. Daarvan zijn ondertussen nog 8.000 over. Dus we hebben al wat opgemaakt. Nog een donatie van Miel. Miel, je bent een legend. Trouwens, donaties hoeven zeker niet. En als je nog minderjarig bent, vraag even je ouders voor toestemming. Maar we gaan lekker door met doos openen. En ik wil trouwens zometeen nog Edgar even upgraden. Maar daarvoor had ik net dus te weinig coins. Ik weet niet hoeveel coins ik nu heb. We krijgen hier niks uit. We krijgen hier nog gewoon coins. Reactiepakket. Maar ja, dat maakt niet heel veel uit. Hierna krijgen we nog een megadoos. En ik verwacht dat we hier een nieuwe knokker uit gaan krijgen. Ik verwacht het. En ja, 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 ja. Ik zei het, ik zei het, ik zei het. Challenge wint 3 gevechten met Lou voor Amber. Dat is misschien ook wel een leuke. Dat ik bijvoorbeeld 3 potjes met Lou moet winnen voordat ik dan Amber mag kopen. Maar misschien krijgen we Amber ook uit deze doos, hè? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. We gaan erachter komen. Zit hier Amber in. Het zou geniaal zijn. Het is Rico. Dit is wel een super zeldzame knokker. Mijn eerste super zeldzame knokker die ik heb gekregen. Ik heb natuurlijk Edgar, maar die heb ik gratis gekregen. Maar voor de rest heb ik nog geen epische, mythische of legendarische of chromatische knokkers. Dus dat zijn natuurlijk de zeldzamere knokkers. Daar heb ik er nog geen een van gekregen. Dus alleen maar de niet zeldzame knokkers heb ik zeg maar gekregen. Maar we gaan lekker door. Grote doos. Nope. En dan kunnen we nog edelstenen vrij spelen. Alsof ik nog niet genoeg edelstenen had. Alsof ik er nog niet genoeg gehad had. Ik zie trouwens bijna 2.500 likes. Dank jullie wel voor degene die net dat duimpje omhoog heeft gedaan. En vergeet natuurlijk ook niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Maar een grote doos. Nope. Ik ben zo benieuwd hoeveel knokkers we uiteindelijk gaan krijgen. Ik ben echt zo benieuwd. Want dan hebben we gewoon in één keer 550 euro in een account gepompt. En dan ben ik gewoon benieuwd wat het resultaat gaat worden. Hoeveel knokkers krijgen we? Wat?
Wat voor doos was dit? Ik weet niet eens. Ik heb gewoon doorgedrukt. Maar we hebben gewoon Jackie. Let's go. Oh, deze had ik niet helemaal door. Amber is heel goed. Ja, ik zie wel heel veel comments dat mensen zeggen dat ik Amber moet gaan kopen. Ik zie trouwens nog een donatie van Bas. Dankjewel Bas voor de 2 euro donatie. Maar in ieder geval, dit is wel echt heel lijp. Gewoon Jackie. Weer een nieuwe knokker. En dan ga ik trouwens nu eventjes kijken of ik Edgar snel nog kan upgraden. Ik kan in ieder geval... Oh, ik heb nu nog net te weinig coins. En dan heb ik nu nog wat coins nodig. Maar dan kan ik in ieder geval zijn gadget nu krijgen. Dat is al één ding wat ik kan krijgen. Maar coins is eigenlijk het enige probleem voor mij om nu knokkers echt te gaan upgraden. Maar we hebben weer een nieuwe knokker. Of het kan natuurlijk nu ook de gadget zijn van Edgar. Dat kan natuurlijk ook. En daar ben ik eigenlijk ook helemaal blij mee als dat gaat gebeuren. Maar ik denk inderdaad dat het zometeen leuk is om even een challenge te doen voor Amber. Want ik zie echt nog steeds allemaal Ambers. Oké. Come on, wat gaat er worden? Penny! Penny, super zeldzaam. Ja, we hebben nu ondertussen allemaal super zeldzame en zeldzame knokkers gekregen. Maar nog geen, zeg maar, epische, mythische, legendarische, de echt zeldzame knokkers. Dat is een beetje jammer. Dat is weer jammer, hè? 3 grote dozen. Oh nee, 3 items uit de grote doos, zo moet ik het zeggen. We krijgen nog 100 coins. Ik denk nog een aantal dozen. En we kunnen dan uiteindelijk Edgar naar maximaal level upgraden. Maar we hebben nu 6 resterende items. Dus we hebben waarschijnlijk weer een knokker. Dat zou mooi zijn. Vind je Crow goed? Ik vind Crow inderdaad goed. Het is wel een knokker waar je gewoon niet aanvallend mee moet spelen. Je moet gewoon zorgen dat je op afstand blijft. De hele tijd een beetje hitten totdat je je super hebt. Want op het moment dat je super hebt is Crow echt bizar goed. Maar voordat je je super hebt iets minder. Maar het is wel een leuke knokker om mee te gaan spelen. Maar wat gaat het worden? We gaan erachter komen in 3 seconden. 3, 2, 1. Boom! Rosa! Ah, joh, dit is ook weer een zeldzame. Maar dan hebben we nu alle zeldzame knokkers. Dus dat is nice. Dan kunnen we nu nog, als we een knokker krijgen, super zeldzaam krijgen. En daarna is het alleen nog maar episch, mythisch, legendarisch of chromatisch. Dus dat zijn de echt zeldzamere knokkers. Maar als zeldzame kunnen we nog, of super zeldzaam, Daryl en Carol kunnen we nog krijgen. Daarna zijn het alleen maar echt zeldzame knokkers. Dus dat is nice. Maar we hebben nog 80 items te gaan. Dus we gaan gewoon lekker door. Gefeliciteerd met je verjaardag, Joran. Huh? Joran, dankjewel. Maar ik ben helemaal niet jarig. Dat was ik meer dan een maand geleden. Het is een beetje laat, Jurre. Ik ben helemaal niet jarig. Ik zie Jos. Ik ben vandaag jarig. Jos, als je echt jarig bent, gefeliciteerd. Ik ga ook niet meer felicitaties doen, want anders krijgen we weer 100 mensen in de chat die zeggen dat ze jarig zijn. Dus dit was ook mijn laatste felicitatie. Nee, oké. Okay, wat gaan we krijgen verder? Hier niks uit. Hier nog een grote doos. En dan denk ik dat ik nu bijna genoeg coins heb om Edgar te upgraden naar maximaal level. Denk het ongeveer wel. Nog een grote doos. Nope. Nog een grote doos. Weer niks. Oké, ik voel het. We gaan nu een knokdoos openen. En in één van deze 2 grote dozen krijgen we een nieuwe knokker. Ik voel het. En dan hebben we trouwens zometeen ook nog Lou die we kunnen krijgen. Maar is mijn gevoel juist? Deze grote doos nog niet. Maar we hebben hierna nog een grote doos. Dus het zou kunnen dat hier wel nog een nieuwe knokker in zit. En oh shit, mijn gevoel laat me in de steek. Want we krijgen helemaal niks. Trouwens, ik zie 6000 kijkers. Super tof dat jullie allemaal kijken. Voor de nieuwe kijkers, wat we doen in deze livestream is gewoon de lijpste doosopening ooit. Ik had er in totaal 10.000 gekocht. Ik heb er nu nog 8.400 van over. Dus die maken we allemaal op. En dat doe ik tot een uurtje of 2. En daarna gaan we nog even een half uurtje mini-games doen met kijkers. Dus dat is ook erg leuk. Maar het eerste uur is gewoon volop dozen openen en kijken wat we allemaal kunnen krijgen. Maar we kunnen Edgar upgraden naar maximaal level. Dus dan kan ik vanaf nu zijn gadget en sterrenkracht krijgen. En we zijn nog maar net begonnen. Maar check wat voor knokkers ik al heb. Ik heb er gewoon al 12. Dus dat is al vrij veel. Dat gaat wel lekker. Daan, oh, yo, dikke stemoverslag. Daan zegt, fijne kerst. Daan, jij ook fijne kerst. Dankjewel, jongen. Ja, want ik dacht, iedereen zit nu een beetje in quarantaine, in lockdown. Dan is het wel leuk om eventjes iets erbij te doen. Gewoon eventjes een livestream, eventjes een beetje vermaak. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon meteen de lijpste livestream ooit doen. Maar we kunnen Lou vrij spelen, chromatische knokker. Ja, het is echt nice. Maar ja, het is natuurlijk een knokker die ik sowieso zou krijgen. Omdat je de hele Brawl Pass koopt. Maar alsnog, wel nice dat we Lou erbij hebben gekregen. Maar meegedoos, 7 resterende items. Dit moet je hebben. Nice. Fijne cash, Joran. Dankjewel, Vince. Dankjewel. Oké, let's go. Wat gaan we krijgen? Ik hoop 2 nieuwe knokkers. Dat zou insane zijn. Maar we kunnen misschien ook een gadget en sterrenkracht krijgen van Edgar. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
We gaan erachter komen. De eerste is de sterkracht. Oké, dan hebben we nu de sterkracht van Edgar. Maar volgens mij heb je een gadget voor een sterkracht als ik het goed heb. Dus dan moeten we nu eigenlijk een nieuwe knokker krijgen. Weet ik niet helemaal zeker hoor, maar dat denk ik in ieder geval. We gaan erachter komen en inderdaad een sterkracht en een nieuwe knokker in één doos. Nou, dat is best wel nice, toch? Dat is best wel nice. Maar nog steeds geen legendarische, epische of mythische knokker. Daryl is super chill om mee te spelen. Maar het is niet echt een bizar goede knokker of zo. Dus valt nog mee, valt nog mee. Maar we gaan lekker door. Grote doos. Ja, de kans dat je iets krijgt uit de grote doos is wel relatief klein. Maar het kan natuurlijk wel. Hier niet. En een knokdoos, dat is eigenlijk vrijwel onmogelijk. Ik heb wel eens een knokker gekregen uit de knokdoos. Trouwens, ik heb op mijn hoofdaccount de eerste legendarische knokker die ik kreeg was Spike. Dat is echt al 2 jaar geleden of zo. Maar die had ik toen de tijd gekregen uit een grote doos. Nee, zo'n knokdoos. Uit zo'n blauwe doos had ik die gekregen. Niet eens een grote doos. Gewoon zat ik een beetje van die blauwe doos over te openen. Toen was het hele systeem nog heel anders dan wat het nu was. Maar in ieder geval, toen had ik zo'n doosje geopend en ik zei, wat? En ik was niet eens aan het opnemen toen. Maar we krijgen de gadget van Edgar. En dat betekent dat ik mijn eerste knokker maximaal level heb op dit account. Nice, nice. We hebben Edgar gewoon maximaal level. Wat? En we zijn nog maar net bezig. Dat is toch insane. Dat is toch echt insane. Zijn sterkracht en gadget hebben we nu gewoon vrijgespeeld. Laat trouwens even weten in de chat welke knokker ik als volgende moet upgraden naar maximaal level. Welke knokker vinden jullie? Want ik heb natuurlijk op dit account niet extreem veel coins. Dus ik kan niet alle knokkers upgraden. Maar het is wel leuk om een paar knokkers te upgraden. Of moet ik alle knokkers upgraden naar level 7? Oeh, maar ik zat gewoon door te drukken. Maar we krijgen Karel. Haha, let's go. Dat betekent dat we nu in totaal alle zeldzame en alle super zeldzame knokkers hebben gekregen. Volgens mij heb ik nu in deze livestream al een stuk of 7 knokkers gehad of zo. Dus dat is wel echt heel ziek. Koop een aanbieding, zegt Simon. Sorry, ik ga deze video of deze livestream geen aanbiedingen meer kopen. Ik heb al voor 500 euro aan edelstenen gekocht. Ik kan wel aanbiedingen kopen die edelstenen kosten. Bijvoorbeeld zo'n knokker. Maar ik ga niet extra geld uitgeven, dat niet. Maar ik zie allemaal comments dat ik Lou moet gaan upgraden. Dus dan gaan we dat zo meteen even doen. Ik weet alleen niet tot hoe ver ik Lou nu kan upgraden. Aangezien ik hem net heb gekregen. Ja, ik kan hem nog niet echt ver upgraden. Maar op het moment dat ik hem verder kan upgraden, gaan we dat zeer zeker weten doen. Maar megadoos, 5 resterende items. Trouwens, ik zag nog een donatie van Minecraft. Zijn tweede donatie. Dankjewel, Minecraft. Nog een Lou emoji. Knokdoos. En dan zijn we al bijna door de Brawl Pass heen. Hoeveel? Ja, nou, trouwens nog lang niet. We zijn wel over de helft, dat wel. Maar we zijn er nog lang niet doorheen. Maar iedereen zegt inderdaad Lou. We moeten gaan verder Lou upgraden. Maar ja, op het moment dat ik weer een paar keer Lou krijg, kan ik hem upgraden. Maar momenteel kan ik er niet zoveel mee. Dat is weer jammer, hè. Maar ik heb zo'n idee dat we nog wel 1 goede knokker gaan krijgen uit een van deze megadozen. We moeten toch nog even een epische, mythische of legendarische kunnen krijgen. Gewoon uit de Brawl Pass. Dan heb ik de hele Brawl Pass geboost. Het zou toch bizar zijn als dat niet het geval zou zijn. Maar kom op, grote doos. Nope. Maar we hebben nu een megadoos. Kijk, hier gaat er een in zitten. Let maar op. Hier gaat er een in zitten. Dan ben ik benieuwd of ik gelijk heb. Ah, nee. Nee. Ik hoopte dat er eentje in ging zitten. Trouwens, super tof dat jullie allemaal kijken. Meer dan 6000 kijkers. Super tof dat jullie kijken naar deze livestream. Wordt gewaardeerd. Als je dat duimpje nog niet omhoog hebt gedaan, vergeet dat natuurlijk niet te doen. En mocht je zelf natuurlijk iets kopen in de Brawl Stars Store. Qua edelstenen of iets in aanbieding. Vergeet natuurlijk niet de code Bowser te gebruiken. Want door de code Bowser heb ik dit ook, zeg maar, bedacht om dit te gaan doen. Want ik verdien daar natuurlijk ook geld mee. En ik dacht, weet je wat, ik ga het geld wat ik ermee heb verdiend gewoon terugstoppen in Brawl Stars. Zodat ik een leuke livestream voor jullie kan maken. En dat we gewoon iets echt enorms lijps doen. En ik denk dat dat wel gaat lukken. Want dit is echt wel het lijpste wat ik ooit heb gedaan. 10.000 edelstenen in 1 Brawl Star account. Dat is echt heel bizar. Oké, grote doos. En nee. Zometeen krijgen we volgens mij wel een paar megadozen achter elkaar. Hier hebben we een megadoos. Hier hebben we nog één. Hier nog één. Hier nog één. Oh ja, kijk. Hier heb je er echt een aantal. En dan krijgen we aan het eind ook nog die Lou skin. Dus we hebben nog wel echt een aantal grote megadozen te gaan hier in de Brawl Pass. En daarna gaan we natuurlijk ook nog gewoon een gewone megadozen kopen. Dus voorlopig zijn we nog lang niet klaar. Maar het hapert een beetje. We krijgen niet meer echt dikke knokkers. Geen dikke upgrades of iets dergelijks. We krijgen gewoon helemaal niks.
Kom op. Geef deze jongen even een nieuwe knokker. Ik wil een nieuwe knokker. Trouwens, laat even in de chat weten wat de volgende knokker gaat worden die ik ga krijgen. Dan ben ik benieuwd of iemand het goed heeft. Dus laat in de chat weten wat de volgende knokker wordt die ik ga krijgen. Ik ben benieuwd of iemand het goed gaat hebben. Hier krijgen we niks uit. Ga ik even die reactie vrij spelen. Dan ga ik in de tussentijd weer even Lou upgraden. Want die kan ik weer 2 levels upgraden. Ik heb nu kracht level 4. Ik kan trouwens ook even op kracht level selecteren. Want volgens mij kan ik dan El Primo ook best wel upgraden. Daar heb ik al 400 punt voor. Sally heb ik 300 punt voor. Dus misschien dat ik El Primo ook dan de kracht level 7 kan upgraden. Ik ga het even proberen. En ik heb hem nu 6. Oké, bijna 7. Maar dan kan ik zijn gadget vrij spelen. Dan zou ik eventueel zijn gadget vrij spelen. Ik zie heel veel reacties. Pam, Piper, Mortis. Iemand zegt zelfs Spike. De tweelinggamer zegt Spike. Nou, als ik Spike krijg, dan word ik helemaal gek. Dat zou echt ziek zijn als dat mijn volgende knokker gaat worden. Verder, Tara zie ik ook. Bibi. Ik denk ook, een beetje een epische knokker, denk ik persoonlijk. Maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn. Ik zie dat Kayano, die zegt Jean. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Jurgen zegt Frank. Ja, ik hoop ook zoiets. Maar dan moet het wel gebeuren. Ah, weer niet. Dan moeten we 6 resterende items hebben. Search. Dat zou ook wel ziek zijn als we Search kunnen krijgen. En die is natuurlijk ondertussen iets makkelijker te krijgen uit dozen. Want die chromatische knokkers die worden elk seizoen net iets minder zeldzaam, zeg maar. Ik zie trouwens nog een donatie van 1 euro van Demu Chang. Ik weet niet hoe je het moet uitspreken. In ieder geval, je weet dat ik je bedoel. Dankjewel. Ik kan echt geen naam uitspreken, sorry daarvoor. Of in ieder geval een beetje een moeilijke naam. Kijk, Tim of Daan, dat lukt me nog wel. Ik zie wel toch het meest Frank voorbij komen. Dus ik denk persoonlijk dat Frank het dan moet gaan worden, hè. Frank moet het dan gaan worden. Dat zou toch wel geniaal zijn voor iedereen die dan Frank heeft gezegd. Dat ik dan als eerste knokker Frank ga krijgen. Dat zou echt geniaal zijn. Maar daar gaan we achterkomen, daar gaan we achterkomen. Grote doos. 3 resterende items. Nope, geen nieuwe knokker. We zitten nu wel eventjes droog, man. Het gaat niet heel lekker. Deze kunnen we op blue inzetten. Ik had dus nog 100 krachtpunten. En hier hebben we trouwens nog 500. Die zal ik ook even op blue inzetten. En dan kunnen we Lou in ieder geval naar kracht level 7 upgraden. Misschien al naar kracht level 8. Nou, nee, 7 nog. Maar dan kunnen we zijn gadget krijgen. Dus dat is nice. Byron. Dat zou ook geniaal zijn als we Byron gaan krijgen. Doenjel Beuker, dankjewel voor de 1 euro donatie. Maar we gaan door, want... Oh, ik druk de hele tijd op de store. Ik moet hier drukken. Want ik wil natuurlijk weten welke knokken we gaan krijgen. Tara zie ik trouwens ook wel veel bij langskomen. Maar Byron lijkt me ook wel geniaal. Lander zegt Gil. En Joep zegt trouwens ook Gil. Het zou ook kunnen. Als het een legendarische knokker is, dan zou het helemaal geweldig zijn. Maar helaas niet uit dit doosje. We krijgen nog een reactiepakket. En ik zie trouwens ook best wel wat legendarische comments bij langskomen. Leon, Crow. Ja, die kans dat je een van die knokkers krijgt is zo bizar klein. Het zou wel geniaal zijn. Maar gaan we nog iets krijgen uit de Brawl Pass? Want ik heb al zoveel geopend. Weet je wat, we openen deze. Even die skin openen. Wat ook leuk is, dan hebben we gewoon meteen Koning Lou. Het zou nice zijn als we die Koning Lou ook meteen kunnen upgraden naar maximaal level. Maar nu, nee, weer niet. Wat? We hebben gewoon verder geen nieuwe knokkers gekregen uit de Brawl Pass. Dat is best wel ernstig, want ik heb echt heel veel geopend. we hebben trouwens, wat we wel hebben gekregen uit de Brawl Pass, is alle zeldzame en alle super zeldzame knokkers. Vanaf nu kunnen we dus alleen maar epische, mythische, legendarische en chromatische knokkers krijgen. Vandaar dat het wat moeilijker is. Maar wat is leuk? Ik denk dat het leuk is om zo meteen een challenge te doen voor Amber. Dat we Amber proberen vrij te spelen. Maar ik ga eerst nog even door met dozen openen. Ik ga net zo lang dozen openen totdat we 1 nieuwe knokker krijgen. Dus ik ga net zo lang door. En dan gaan we dan even een challenge doen voor Amber. Want dan kan ik die Amber openen, of kopen met edelstenen. Maar we hebben 6 resterende items. Ik ben benieuwd of jullie het goed hebben. Heel veel zeiden Frank. Tara zag ik ook veel voorbij komen. Echt, eigenlijk alle knokkers kwamen wel bij langs. Maar nu is het moment. Het kan trouwens ook de gadget zijn van Lou. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Maar het kan ook een nieuwe knokker zijn. Ik hoop een nieuwe knokker. Wat gaat het worden? Ah, het wordt een gadget. Ah, shit. Ik zei het. Het kan de gadget zijn van Lou. Maar het kan ook een nieuwe knokker zijn. Krijgen we de gadget van Lou. Nou, oké. Is wel nice. Maar dan gaan we gewoon nog eventjes door. Oi.
En ik denk, jee, nieuwe knokker. Dag niet, dag niet. Trouwens, super tof dat er meer dan 7000 kijkers zijn. Dikke shout-out naar jullie als jullie aan het kijken zijn. Vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En een duimpje omhoog te doen op deze livestream. Wordt gewaardeerd. Maar ja, dit gaat een beetje snel met edelsteen op deze manier. We moeten gewoon een nieuwe knokker krijgen. Ik wil gewoon één nieuwe knokker krijgen. En dan weten jullie of jullie gelijk hadden. Weet ik of ik gelijk had. Ik dacht ook dat ik Frank zou krijgen. Maar dan moeten we natuurlijk wel eventjes een nieuwe knokker krijgen. Ja, eindelijk! Eindelijk, eindelijk. Ik zie trouwens weer twee nieuwe donaties. Johannes, dankjewel. En Milan ook, dankjewel. Het is Gil die je krijgt. Let maar op. Milan die denkt, Gil. Zou geniaal zijn als Milan gelijk heeft. Maar nu gaan we erachter komen. Het lange wachten is voorbij. Want nu gaat er een knokker komen. 100% zeker, want we kunnen geen gadgets. We kunnen geen sterrenkrachten krijgen. Het is gegarandeerd een knokker. Het is een knokker. Ik ben benieuwd of Milan gelijk heeft. We gaan erachter komen. Ik ga drukken in 3 seconden. 3, 2, 1. En het is Gil. Wat? Wat? Milan had gewoon gelijk. No way. Het is inderdaad Gil. En natuurlijk zijn er veel meer mensen Gil in de chat. Maar Milan had ook nog gedoneerd. En die zei dat het Gil werd. Dikke shout-out naar jou, Milan. Hij had het gewoon goed. Lol, dan hebben we nu gewoon 2 chromatische knokkers al. What? Yo, dat is wel echt insane. Maar een dikke shout-out naar Milan. Ik zie trouwens dat Todd ook nog een euro heeft gedoneerd. Dankjewel, Todd. Maar... dat is lijp. Dat is echt lijp. Oké, nou, dan hebben we dus Gil gekregen uit de doos. Nu is alleen de grote vraag. Wat gaan we doen? Gaan we nog door met dozen openen? Of moeten we een challenge doen voor Amber? Want dat is natuurlijk ook wel een lijpe knokker. Amber is mega overpowered. Heb ik gepusht naar rank level 30 om mijn hoofdaccount. Maar wat moeten we gaan doen? Moet ik een challenge doen voor Amber? Of moet ik bijvoorbeeld Spike, Sandy of zo kopen? Of Leon of Frank? Laat even weten in de comments wat ik moet gaan doen. Dan is het wel leuk om even één lijpe challenge te doen. En dan gaan we die doen. En dan probeer ik dan op die manier Amber te vrij te spelen. Dus laat even de challenge weten in de chat. Ondertussen ga ik nog even een megadoos openen. Zul je zien dat we nu Amber gaan krijgen. Nou, dat gebeurt niet. Ook de chat. Milan, insane! Ah, Milan, ze vinden het allemaal helemaal mooi. Ja, het is ook wel geniaal. Dat is ook een dikke toeval, echt. Toen hij dat zei, die donatie deed, echt een minuut later... was het al voorbij. Maak een rat met alle knokkers uit de shop. Dat zegt Bram, die heeft ook een 2 euro donatie gedaan. Dat vind ik een leuk idee. Dat gaan we doen. Dus je hebt momenteel in de shop, heb je Frank, je hebt Leon, je hebt Sandy, je hebt Amber en je hebt Spike. Misschien moeten we dan een challenge doen. En dan mag ik dan aan het rad draaien en de knokker die dan tevoorschijn komt... die mogen we dan kopen. Ik denk dat dat wel echt vet is. Sanne, trouwens ook dankjewel voor je 1 euro donatie. Dan ga ik eventjes dat rad app erbij pakken. Dan zien jullie wel de apps die ik erop heb staan. Maar ja, dat is dan niet anders. Dan hebben jullie ook een keer een beetje mazzel. In ieder geval, dan doen we dat. Dan gaan we een nieuw rad maken. Dan ga ik even snel een rad in elkaar flansen. En dan gewoon mogen we zo meteen aan het rad draaien. En die knokker mag je kopen. Dat is toch wel geniaal. Leon hebben we. Sandy hebben we. Amber hebben we. En volgens mij hadden we nog Frank. En welke hadden we nog meer? Even checken. Spike. Spike was de enige nog verder. Ja, Spike hebben we dus ook. Dan hopen we natuurlijk dat we Amber gaan krijgen. Maar dit is wel geniaal. Ik zie trouwens ook nog een donatie van 5 euro van Louise. Dankjewel. Kan je mijn naam zeggen? Ik heet Louise. Louise, dankjewel voor je donatie. Sanne ook nog een keer 1 euro. Dankjewel. Het is echt lijp, jongen, hoe goed dit gaat met de livestream. En vervolgens ook gewoon nog Gil uit de megadoos. En dat Milan het gelijk had, ik vond het echt geniaal. Maar we gaan eventjes deze verwijderen. Want anders hebben we lege stukjes hier zo. En dan hebben we hier dus nu een rat met allemaal knokkers. En één van deze knokkers mag ik dan gaan kopen. Knokkers. En dan doe ik ze momenteel 1 keertje. Ja, dit is goed, dit is goed. Dan moet ik nu denk ik volgens mij op spin drukken. En dan hebben we nu hier het rad. Oh, dat is toch wel geniaal. Laat even weten welke knokken jullie denken wat ik moet gaan kopen. Of welke ik ga kopen. Degene die ik spin, die mag ik kopen. En dan mag ik vervolgens dan wel weer dozen openen. Maar dan moeten we dan weer eventjes wachten met de volgende knokken kopen. Laat even weten in de chat welke knokken jullie denken die ik ga krijgen. Ik ben erg benieuwd. Ik ben erg benieuwd of jullie het goed gaan hebben. Hopen Amber. Ja, ik zie inderdaad heel veel die hopen dat ik Amber krijg. Maar misschien dat het ook een andere gaat worden. In de tussentijd over nog even een megadoosje. We krijgen wel 5 resterende items, dus dat is weer een beetje jammer.
Frank, denken veel mensen. Spike, Frank. Ik zie weer best wel veel Frank. Dus dat zou natuurlijk ook kunnen. Koop alle legendarische, zie ik ook als reactie. Dat zegt Tibbe. Dat kunnen we doen, maar ik vind het leuk voor de livestream. Als we zeg maar ook nog gewoon knokkers kunnen krijgen gewoon uit de dozen. En helemaal legendarische knokkers zijn wel geniaal. Maar we doen in ieder geval even één knokker op deze manier. Tariq, dankjewel voor je 2 euro donatie. 2 keer 1 euro zie ik. Dus dankjewel daarvoor. Leon, Amber. Oké, we gaan spinnen. Ik denk toch wel de meeste Leon en Amber die ik zie. Maar ja, de kans dat ik Leon of Amber krijg is 1 op 5. Ja, dus dat is best wel klein. Maar we gaan erachter komen. De knokker waarop die komt, die mag ik kopen. Als het Frank is, dan hebben we dikke vette pech. Want de anderen zijn allemaal legendarisch. Dus we gaan erachter komen. Wat gaat het worden? Het wordt... Spike of Frank? Oh, het wordt Spike. Geen Amber, geen Leon. Helaas. Ik zag heel weinig Spike voorbij komen. Maar ik zie nu wel Adam, die zei Spike. En die heeft dat gezegd voordat ik... en Iba zegt trouwens ook Spike. Er zijn wel mensen die Spike hebben gezegd. Maar de overgrote deel die zeiden Amber of Leon. Maar Spike op zich nog wel nice. Maar ik had toch gehoopt op een andere. Maar dat betekent dat we Spike mogen kopen. Dat is wel... Ik vind het zo lijp dat er zoveel aanbiedingen zijn. Als we willen kunnen we gewoon 4 legendarische knokkers kopen met edelstenen. En dan heb je ook nog Frank. En we hadden ook nog Gil. Maar Gil heb ik nu gewoon gratis gekregen. Nou, gratis niet, maar die heb ik uit de doos gekregen. Maar we gaan nu mijn eerste legendarische knokker van deze video of van deze livestream vrijspelen. Let's go! Wat gaat het worden? Oh, trouwens, hoezo zeg ik wat gaat het worden? Het wordt Spike. Maar dat betekent dat we mijn eerste legendarische knokker hebben. Ik denk dat het nu leuk is om even wat upgrades te gaan doen. Even kijken, ik kan Lou nog een level upgraden. Even wat knokkers naar kracht level 7. En op die manier kunnen we natuurlijk gadgets en zo krijgen. Heb ik... Nee, de Shelly kan ik niet verder upgraden. Verder kan ik niet naar kracht level 7 upgraden. Maar ik denk dat het nu leuk is om met de edelstenen die ik nu nog over heb... Want ik ga door tot ongeveer de 5200. Dus ik heb nog 2300 edelstenen over. Om daarmee gewoon allemaal dozen te openen. Dat is nog meer dan 100 euro aan dozen. Laat me even weten in de chat of jullie dat nice vinden. Of jullie dat een goed idee vinden. En trouwens, we zitten momenteel al op de 17 knokkers. We hebben al 17 knokkers. Dat is echt niet normaal veel. Oh, joh, dat is echt niet normaal. Ik heb Amber. Zeg Simon. Dat is nice dat je Amber hebt. Ik heb ook Amber, maar nog niet op dit account. Maar ja, ik heb nu wel Spike natuurlijk. Ik heb wel Spike. Dus dat is wel nice. Maar laat me even weten. Wat vinden jullie nice? Moet ik gewoon even doos gaan openen? Of vinden jullie dat ik zeg maar nog andere legendarische knokkers moet kopen? Dat kan ik eventueel ook morgen doen in de livestream, hè? Dat kan morgen ook nog. We kunnen ook zeggen dat we zo meteen nog een keer aan het rad gaan draaien. Dat we nu eerst nog wat dozen gaan openen. Dat we zo meteen nog een keer aan het rad gaan draaien. En dat we dan Spike verwijderen. En dat we dan nog een kans hebben om Amber te krijgen. Dat zou wel geniaal zijn. Ik zie heel veel reacties die zeggen dat ik dozen moet gaan openen. Ja, dozen. Ja, dozen. Oké, dan gaan we nu nog even dozen openen. Dan gaan we dat gewoon even doen. Gewoon even megadozen. Ik heb nog meer dan 2000 edelstenen die ik mag opmaken. Maar we krijgen een resterende item. Kunnen we nog... Nee, volgens mij kan ik gadgets krijgen nog van de knokker. Ik had nog net wel upgrades gedaan, maar ik weet niet zeker. Het kan ook een knokker zijn, maar het kan ook een gadget zijn. Ik ben benieuwd. Laat even weten in de chat wat jullie denken wat dit gaat worden. Minigames! Ja, dat gaan we zo meteen rond 2 uur gaan we minigames doen. Hoe lang blijf je live, zie ik hier als reactie. Ik ga tot 2 uur ga ik dus ongeveer dozen openen op dit account. Daarna gaan we nog een half uurtje minigames doen. Dan schakel ik terug naar mijn hoofdaccount. En dan gaan we daar nog minigames doen. Dus dat wordt wel heel vet. Maar laten we nu maar gaan drukken. Lang genoeg gewacht. Frank! Daar is hij! Nice! Oké, dat betekent dat we Frank zo meteen ook kunnen verwijderen uit het rad. Want Frank was ook als aanbieding. En er waren zoveel van jullie die dachten dat ik Frank eerder zou krijgen. Gewoon als eerstvolgende knokker. Uiteindelijk was het Gil. Maar toch hebben veel van jullie gelijk. Want Frank is toch wel een van de knokkers die ik nu heb gekregen. Dus dat is wel redelijk snel. Dus dat is nice. Kijk, en daar bespaar ik wel weer mee. Want anders had ik Frank hier moeten kopen. Maar nu is die aanbieding weg. En hier stond dus Frank, Gil. Dus zijn we nu alleen nog met Leon, Sandy en Amber. Misschien leuk om daar zo meteen nog één keer een rad challenge mee te doen. Dat ik aan het rad ga draaien welke ik ga krijgen. Maar dat doen we zo meteen, want we hebben voorlopig nog genoeg edelstenen. En ik zag dat jullie erg graag wouden dat ik gewoon nog dozen ging openen. Dus dan gaan we dat ook nog eventjes doen. Trouwens, Lockerchip, dankjewel voor je 1 euro. En ik zie Xinxin, die heeft ook nog 1 euro gedoneerd. Dank jullie wel. En we hebben trouwens weer 6 resterende items.
Donders, dit is de doos nadat we Frank hebben gekregen. Dus het zou wel ziek zijn als we nu weer een epische of mythische of legendarische knokker gaan krijgen. Dat zou echt insane zijn. Trouwens, ondertussen neem ik af en toe wel even een slokje water, anders gaat mijn hele stem naar de knoppen. Ja, als je zoveel praat, dan voel je dat na een tijdje wel in je stem. Sowieso. Ik heb de hele shop gekocht met de code Mouse. Tariq, dankjewel. Dikke shout-out naar jou. Legend. Maar we gaan nu even drukken. Oh, het is de gadget. Het is de gadget van El Primo. Ja, ik kon dus de gadget krijgen van El Primo. Dat was ik al een beetje vergeten. Kan ik Penny ook upgraden naar kracht level 7? We gaan even kijken. Ja hoor. Dus dan kunnen we ook een gadget krijgen van Penny. Dan hebben we nu al Edgar maximum level. We hebben nog meer gadgets. En Nita, kunnen we die kracht upgraden naar kracht level 7? Die heb ik ook kracht level 7. Dus dat is nice. Hoeveel coins heb ik? Ik heb nog best wel wat coins. Maar yo! Dit gaat wel lekker. Ik ga gewoon... Ja, oké. Nee, verder kan ik geen knokkers upgraden naar kracht level 7. Maar ik ga echt kijken hoeveel knokkers ik heel hoog kan krijgen op dit account. Maar we gaan weer door met de Omega Dozen openen. Want dat is natuurlijk waar jullie benieuwd naar zijn. Welke knokkers we gaan krijgen. 7 resterende items. Let's go! Het kunnen 2 gadgets zijn. Het kan ook een gadget zijn en een knokker. Het kunnen ook 2 knokkers zijn. Trouwens, ik zie dat jullie ondertussen nog volop aan het doorgokken zijn wat de volgende knokker gaat worden. Mortis Pipers zijn erg populair, zie ik. Ik zie hier ook nog Bibi ook wel voorbij komen. Ja, laat me weten, welke knokker ga ik nu krijgen? Of worden het 2 gadgets? Dat kan natuurlijk ook. Team Dani, dankjewel voor je 1 euro donatie. Maar laat even weten, wie ga ik nu krijgen? Ik koop de hele winkel. Ja, dat kan altijd nog. We hebben genoeg edelstenen, maar dat zien we zo meteen wel. Eerst nog even door met dozen openen. Meer dozen. Ja, dit, ik zie zoveel reacties voorbij komen. Bibi zie ik ook wel veel bij jullie langskomen. Weet je wat? We gaan uit van Bibi. We gaan uit van Bibi. No! We krijgen Byron. Dat is een mythische knokker. Dan krijgen we hierna nog een knokker. Dus we hebben sowieso 2 zeldzame knokkers uit deze doos. Ik dacht even, misschien krijgen we 2 gadgets. Maar een gadget is toch altijd voor een knokker? Voor een knokker. Ik zag trouwens niet heel vaak Byron bij langskomen. Dus voor degene die Byron heeft gegokt, dikke shout-out naar jou. Maar volgens mij krijgen we hierna een knokker die of mythisch is, of legendarisch, of chromatisch. Als het goed is, dan is dit echt de lijpste doos ooit. Maar sowieso dat we Byron krijgen, is al niet normaal ziek. Ja, 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 ja. Dit is toch wel echt heel lijp. Dit is wel echt heel lijp. Er waren ook veel mensen die dachten dat ik gewoon een gadget zou krijgen. Maar dit had denk ik niemand verwacht. Wajo, even een slokje water ondertussen. Dit is echt heel bizar. Dit is echt heel bizar. Oké, we gaan zo meteen doordrukken. En dan gaan we dus gewoon nog een knokker krijgen waarschijnlijk. De vraag is alleen wat voor knokker het gaat zijn. Als het een legendarische knokker is. Als dit amber is. Wat in deze doos zit. Is dit de beste doos aller tijden. Dan heb ik nog nooit zo'n goede doos gezien. Überhaupt een legendarische knokker zal ziek zijn. Maar als het een mythische of chromatische is. Is het ook al super sick. Dus dat zou helemaal ziek zijn. Oké, we gaan drukken. Ik zie trouwens 4 euro donatie van Sam. Hij zegt gewoon yo. Yo Sam. Nee, maar we gaan drukken. Wat gaat het worden? Ik ben zo benieuwd. Ik zie allemaal Sandy, Leon, Amber. Het wordt... No way. Dit is echt de lijpste doos ooit. Ik heb nog nooit zo'n zieke doos gehad. Mythische en legendarische knokker in 1 doos. De kans dat dat gebeurt... is denk ik 0,00001% of zo. Het is echt niet normaal. Ik heb denk ik nog nooit zoveel geluk gehad bij een doos. Insane. Legendarische knokker en een mythische knokker in 1 doos. Dat zijn ongeveer de 2 zeldzaamste knokkers die je kan krijgen. En dat in 1 doos. Wat? Wat? Dit is echt insane. De chat gaat ook los. De chat gaat helemaal los. Oké, ik had het gehoopt, maar dit had ik ook nog net niet verwacht. Dit had ik ook net niet verwacht. Komt natuurlijk omdat ik de code BOUS gebruik dat ik zoveel geluk in heb. Nee, dat is natuurlijk onzin. Dat brengt geen geluk. Maar ja, weet je, sinds ik die code gebruik heb ik wel veel geluk of zo. Maar, dat is wel echt insane. Dat is echt insane. Gewoon groot legendarische knokker. Ah, yo, dit is echt heel bizar. Byron en Crow uit 1 megadoos. Ik ga even een screenshot maken. Hier, die wil ik even bewaren. Ai. 2 mythische en legendarische. Ik ga eens kijken hoe groot de kans is op überhaupt de legendarische.
Een legendarische knokker is de kans 0,0152%. Dat is al een kans op een legendarische knokker. Dus dat is eigenlijk gewoon 0%. En de kans op een mythische knokker is 0,26%. Dus dat is ook super klein. Ik zie trouwens nu pas de reacties van toen ik Crow kreeg. Iedereen gaat helemaal los. Iedereen gaat helemaal los. Niemand kan het geloven. Sorry. Ik heb gewoon te veel geluk. Maar ja, ik koop er natuurlijk ook mega veel. Of ik koop mega veel edelstenen. Dan krijg je vanzelf ook geluk natuurlijk. Maar dit is echt insane. De kans dat dit gebeurt is... ja, minder dan 0,01%, want daar komt ook nog die 0,2% bij op. Het is echt bizar klein. Dit is echt niet normaal. Ik denk dat ik een van de enigste mensen ben in Brawl Stars ooit die dit heeft gehad. Oh my god, lucky guest. Het is echt niet normaal. Zo, nu kun je alle legendarische krijgen. Insane, man. Echt, iedereen gaat helemaal los. Dit had ik ook nog net niet verwacht. Echt insane. Gewoon legendarische en mythische knokker in één doos. Crow en Byron uit één doos. En we hebben natuurlijk nu Spike. We hebben Frank. We hebben Gil. Byron, we beginnen nu echt zeldzame knokkers te krijgen. Dus dat is echt nice. We hebben al 20 knokkers. En dit is nog maar de eerste livestream. Maar we hebben nu nog 3 legendarische knokkers. Ik denk dat we zo meteen nog even een rat gaan maken. En dan ga ik één van die 3 legendarische knokkers nog kopen in deze stream. Maar we gaan eerst nog even door met megadozen openen. Ik heb zoveel geluk. Dus we moeten gewoon doorgaan. En we hebben weer 6 resterende items. Let's go! Oké, als dit een knokker is, ik word helemaal gek. Maar het kan ook trouwens een gadget zijn. Want ik heb wat knokkers geüpgraded naar krachtlevel 7. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Trouwens, super tof dat er nog steeds 6000 mensen aan het kijken zijn. Dikke shout-out aan jullie allemaal. Wordt gewaardeerd. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je nieuw bent bij deze stream. Maar we gaan drukken. En wat is het? Het is de gadget van El Primo. Dat had ik net ook verwacht. Ik had echt verwacht, we krijgen 1 of 2 gadgets. Maar we kregen gewoon een Byron en een Crow in 1 doos. Nou, mijn eerste kerstdag kan niet meer stuk. Trouwens... jullie denken, wow, er zijn nog vet veel edelstenen op. Maar we kunnen nog steeds deze video ongeveer voor 100 euro aan edelstenen openen. Dus dat is wel echt nice. Dat is wel echt nice. We krijgen nu een donatie binnen van zo'n emoji. Met zijn mond wagenwijd open. Ja, ik kan het ook niet geloven. Dankjewel voor je donatie trouwens. Bizar. Maar we blijven lekker doorgaan. Want we hebben ondertussen weer 6 resterende items. Ja, dit is echt nice. Dit is echt heel bizar. Misschien trouwens dat ik ook nog een keer een samenvatting video ga maken. Met alle hoogtepunten van deze stream. Dat ik alle knokkers die ik krijg in één video stop of zo. Dat zou denk ik wel baas zijn. Maar dan hebben we nu al een lijpe video. Maar wat gaat het worden? Het is weer 1 resterende item. Ik ben benieuwd. Gaat dit de knokker worden? Wat denken jullie? Legendarisch, mythisch, episch, chromatisch of is het gewoon een gadget? We gaan gewoon kijken. Echt, iedereen weer 6. Je hebt zoveel geluk. Ja, sorry. Ik heb echt te veel geluk. Oké, maar we gaan kijken. Het is de gadget. Het is de gadget van Penny. Oké, nou dat is nog steeds mazzel. Want de kans op een gadget, dan kunnen we even kijken. De kans op een gadget is 2%. Nou, dat is een stuk groter dan een legendarische knokker. Maar alsnog is nog steeds niet heel groot. We kunnen trouwens even kijken. We kunnen Barley kunnen we upgraden. Ga ik even kijken of we weer een paar knokkers naar krachtlevel 7 kunnen upgraden. Dynamite bijna. En voor de rest kunnen we dan nog niet upgraden. Want ik heb op krachtlevel geselecteerd. Dus de knokkers die hier staan, die kunnen we dan upgraden. Maar Dynamite en Shelly misschien zo meteen weer. Maar we gaan lekker door. We gaan mooi door met de doos open. Aangezien ik zoveel geluk heb. Dan kunnen we mooi doorgaan met doos over de tocht. Nee. Laat even weten in de chat welke knokker ik ga krijgen. Of dat het 2 gadgets zijn. Maar als dit weer 2 knokkers zijn, dan stop ik met Brawl Stars. Nee, dat ga ik niet doen. Want straks krijg ik echt 2 knokkers. Maar dat zou echt niet normaal ziek zijn. Dan voel ik mij gewoon weer echt schuldig richting jullie. Want dan heb ik gewoon zoveel geluk. Dat zou gewoon ongekend zijn. Dat zou echt ongekend zijn. Lucky man, Joran, zie ik hier in de comments. Ja, het was inderdaad vrij lucky. Fijne kerst, Joran, Thijs, dankjewel. Jij ook fijne kerst gewenst. Maar wat gaan we krijgen? Gaan we weer 2 knokkers krijgen? Ik ben benieuwd. Niet weer! Ja, wat? Iedereen gaat weer los, Sorry, dit is echt niet normaal. Hou op. Ik kan er ook niks aan doen. Ik zie trouwens Amber. Als we Amber of Leon krijgen, Tara, Bibi... het zou allemaal kunnen. Oké, we gaan erachter komen.
als we nu meteen een knokker krijgen, hebben we volgens mij sowieso twee knokkers. Dus als de eerste gadget is, kunnen we nog steeds een knokker krijgen. Maar we gaan erachter komen. Ik ga drukken in 3 seconden. 3, 2, 1 en... Oh, het is een gadget. Oké, de eerste is een gadget van Penny. Nice, dus dan hebben we een mooi gadget erbij. Maar er kan nog een gadget achter zitten, maar er kan ook nog een knokker achter zitten. Maar sowieso, 2 zeldzame items, gadgets of knokkers in 1 doos, is al super zeldzaam. Dus dat is al heel lijp. Maar wat gaat er verder achter zitten? Search! Ja, ja, ja! Chromatische knokker search! We hebben nu al 3 chromatische knokkers. We hebben search, gil... En... Oh ja, Lou, omdat we die natuurlijk gaan... Nou, die hebben we in de Brawl Pass gekregen. Die kregen we sowieso. Maar Search en Lou en... Gil hebben we gewoon gekregen. Wat? Insane. Dit is echt insane. Ik heb echt te veel geluk. Sorry. Dit is echt heel bizar. Hoe kan ik zoveel geluk hebben? We zitten nu trouwens op de 7000 edelstenen. Ik ga door tot de 5200. De rest, dan hebben we de helft geopend. De rest open ik morgen in de livestream. Dus dan gaan we weer live. Dan maken we weer een zieke livestream van. Maar het is echt bizar hoe het tot nu toe gaat. Maar wat vinden jullie leuk? Vinden jullie het leuk als ik nu weer een rat ga maken met Amber, Sandy en Leon? Dan maak ik een rat met die 3 knokkers. En dan 1 van die 3 knokkers, die ga ik dan krijgen. Laat even weten in de chat of jullie dat leuk vinden. Maar de chat gaat weer los. Ja, jullie zien nu dat ik zeg maar net search heb gekregen. Dat loopt altijd ietsjes achter. Dus zeg maar, ik zie de chat, nou weet ik veel, een halve minuut nadat ik het daadwerkelijk heb gezien. Maar het... yo, yeah, iedereen vindt het zo mooi. Ik heb echt te veel geluk. Ja, sorry hiervoor. Oh, we hebben trouwens nog een gratis doos. Hier had ik nog helemaal overheen gekeken. Maar laat me even weten in de chat. Vinden jullie dat een goed idee? Ik vind het persoonlijk wel een goed idee om gewoon een rat te maken met die knokkers. Ik denk dat het wel nice is. Maar in de tussentijd open nog even de megadoos. En dan kan ik zo meteen even kijken naar de reacties. Maar we krijgen 5 resterende items. Wat een pech. Nee, ik mag helemaal niet zeggen dat ik een pech heb. Want ik heb echt te veel geluk gehad. Oké, nog 1 megadoos en daarna gaan we het rad maken. Ja, en iedereen vindt het een goed idee, het rad. Dus dat gaan we doen. Ik weet het trouwens leuk gemaakt. We doen nog even 1 resterende item. Ik wil 1 nieuw item krijgen. En dan gaan we het rad maken. Dus als we 1 keer 6 resterende items hebben, dan gaan we naar het rad. Dan hoop ik wel dat het zo gaat gebeuren. Want mijn edelstenen gaan natuurlijk wel langzaam rondop. Maar iedereen wil het rad. Oké, dat gaan we zo meteen doen. Dit is echt de lijpste livestream ooit. Echt heel bizar. Ja, oké, dan wordt dit de laatste doos. Dan gaan we daarna het rad maken. En daarna gaan we trouwens gewoon door met dozen openen, hoor. Dan gaan we nog gewoon een kwartier lang door. En dit is wel echt heel lijp. Maar wat gaan we krijgen? Wordt het weer een knokker? Wat denken jullie? Ik denk zelf eigenlijk een gadget. Maar het kan natuurlijk ook een knokker zijn. Dat zou echt bizar zijn. Ja, iedereen wil dat ik het rad ga maken. Dus we gaan het rad zo meteen maken. Dat komt goed. Maar eerst nog even deze resterende item. We gaan drukken in 3 seconden. 3, 2, 1. En wat wordt het? Oh nee, ik heb te veel mazzel. Het is weer een knokker. Het is Bibi. Oké, heel veel van jullie hadden gegokt dat ik Bibi zou krijgen. Nou, en hier is Bibi. Dus ik heb Bibi. Nice. We hebben nu al 3 epische knokkers. Waarvan eentje natuurlijk Edgar is. Dus die hebben we gratis gekregen. Maar dan alsnog. Dit is echt heel bizar. En we gaan nu ook nog een legendarische knokker krijgen. Want ik ga zo meteen aan het rad draaien. Trouwens, ik zie bijna 5000 likes. Dus voor degene die nog niet dat duimpje omhoog heeft achtergelaten. Doe dat even. Dan halen we binnen no time natuurlijk die 5000 likes. Wordt gewaardeerd. En ik had het al een keertje gezegd. Maar mocht je iets kopen in de store, gebruik natuurlijk de code BOUS. Maar dit is echt een 7. We krijgen gewoon meer, Bibi. Nee, niet weer Bibi, we krijgen gewoon Bibi. Maar we gaan even het rad maken. En dan hebben we Leon, Sandy en Amber die we kunnen krijgen. Ik had dus al een rad gemaakt. Frank en Spike, die hebben we ondertussen al. Dus die kunnen we niet meer krijgen, dus die moeten we verwijderen. En dan gaan we aan het rad draaien. En de knokker die ik krijg, die mag ik kopen. Oh, die zit er wel, ziet er niet helemaal lekker uit. Hoe gaan we... Oké, nu ziet hij er wel goed uit. Ja, zo. De chat gaat ook weer helemaal los. Niemand kan het gewoon bijna geloven dat ik zoveel geluk heb. Ja, trouwens, we hebben nu al 5300 likes. Dikke shout-out naar jullie. Helemaal degene die net even dat duimpje omhoog heeft achtergelaten. Maar sowieso naar iedereen. Maar we gaan aan het rad draaien. En dan gaan we gewoon de knokker die, waar die op landt. Die gaan we kopen in de store. En daarna gaan we gewoon met de edelstenen die ik nog overhoud, gaan we gewoon nog dozen openen. Dus dat wordt wel nice. Maar welke knokker gaat het worden? Ik persoonlijk
Ja, ik hoop Amber, maar ik denk dat we Sandy gaan krijgen. Dat is wat ik denk. Ik hoop Amber, maar ik denk Sandy. Ik zie ook best wel veel mensen die zeggen Sandy. Maar ja, ook veel mensen zeggen Amber en ook veel mensen zeggen Leon. Dus eigenlijk zegt iedereen wat. Ja, er is niemand die echt iets zelf zegt. Teddy denkt Sandy. Mathis denkt Leon. Ryan denkt Amber. Ja, echt iedereen denkt weer iets anders. We gaan erachter komen. Ik denk dus persoonlijk Sandy. Dan ben ik benieuwd of ik gelijk heb. Nee, gaat voorbij Sandy. Ofwel, wordt het wel Sandy. Nee, het wordt net Leon. Oh, nou, ik hoopte op Amber en maar dag Sandy. En uiteindelijk wordt het Leon. Ik zie trouwens wel mensen die Leon zeiden. Liam en Manu die zeiden Leon, dus die hadden gelijk. Imran die zei ook Leon, 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 dus die had ook gelijk. Dat betekent dat we Leon gaan kopen. Let's go, de volgende legendarische knokker. Dit account wordt zo belachelijk goed. Dat slaat helemaal nergens op. 350 edelstenen. En nu denken jullie, oh, die kan je best wel makkelijk kopen. Je hebt er zoveel. Maar als je gaat kijken naar de store, hoeveel zeg maar, edelstenen normaal kosten. Dat kost gewoon 22 euro. Maar dit is echt ziek wat voor een account ik al heb. Ik kan trouwens even upgraden nog. Want ik kan nog wat knokkers upgraden. Dan kan ik level 7. Kunnen we natuurlijk weer gadgets krijgen. Misschien Rosa ook. Ik denk dat ik die... Oh, nou, net niet. Nog net niet. Dus dan doen we het eventjes zo. Maar dan kunnen we eventueel nog gadgets krijgen. Maar dit is echt lijp. We hebben dus Crow, Spike, Leon. We hebben gewoon al 3 legendarische knokkers op dit account. We hebben Bibi, Frank, Serge, Gil, Byron. We hebben gewoon al 23 knokkers op dit account. Echt Leon, Leon, Leon. Maar die laatste 2 legendarische knokkers, die bewaar ik voor morgen. Want morgen gaan we ook nog live. Dan gaan we daar nog leuke challenges mee doen. Maar we mogen nu nog 1000 edelstenen opmaken. Dus we gaan nog 1000 edelstenen opmaken aan dingen. Dan kunnen we trouwens ook nog die knokface emojis komen. Maar ja, dat boeit niet zo. We gaan gewoon alleen maar megadozen openen. Nog 1000 edelstenen. En hopelijk krijgen we nog even een paar nieuwe knokkers. Het zou mooi zijn. En ook al krijgen we helemaal niks meer, dan mag ik nog steeds niet klagen. Want ik heb al zoveel goede dingen gekregen. Tibbe, ja gelijk. Tibbe, die had dus Leon gegokt. Ik wist het. Maar we gaan dus door. En dan ben ik benieuwd of we nog een keertje zoveel geluk kunnen hebben. Dat we misschien weer 2 knokkers uit 1 doos kunnen krijgen. Maar een mythische en legendarische knok uit 1 doos. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Dat slaat echt helemaal nergens op. We hebben nog 1000 edelstenen aan dozen gaan we openen. En daarna gaan we ook nog even een half uurtje minigames doen. En dan kunnen jullie meedoen. Dan gaan we dus minigames doen op mijn hoofdaccount. Dan heb ik al een paar maps klaarstaan. Ik heb een race gemaakt. En we kunnen nog wat andere minigames doen die ik al eerder heb gedaan op mijn YouTube kanaal. Die maps die heb ik nog klaarstaan. 5 vs 5 of vang de boeven. Dat soort minigames kunnen we zo meteen nog gaan doen. Dus dat wordt ook hartstikke leuk. Voor degene die dat leuk vindt, gaan we zo meteen doen. Maar eerst gaan we nog even door, want ik heb weer een resterende item. Het zou wat zijn. Het kan ook een gadget zijn, maar het kan ook een knokker zijn. Ik ben erg benieuwd. Ik ben erg benieuwd. Weet je wat? Ik ga gewoon drukken. Ik ben benieuwd wat jullie trouwens denken. Maar ik zie de chat altijd iets later. Dus af en toe denken jullie, Joran, waarom wacht je? Omdat ik dan eventjes de chat wil lezen over waar het dan op dat moment gaat. Maar omdat het ietsjes achterloopt, moet ik altijd eventjes wachten. Maar in ieder geval, iedereen zegt weer 6-6, ja. Oké, meneer P. Ik zag hier dat iemand zei, meneer P. Augusta, of die zei nog Sandy. En Niels, die denkt Mortis. Het zou kunnen. We gaan erachter komen in 3 seconden. 3, 2, 1. En het wordt... No! Wie zei Mortis? Ik zei net dat iemand zei Mortis. Oké, okay, nou in ieder geval dikke shout-out naar degene die net Mortis zei. Maar dit is echt niet normaal meer. No way. We krijgen gewoon weer een knokker. Weer een knokker. Dit is toch wel echt heel lijp. Dit is echt heel lijp. Dit had ik ook echt niet verwacht. Ik had wel verwacht dat we geluk zouden hebben met zoveel edelstenen. Maar zoveel geluk had ik ook niet verwacht. Mortis als mythische knokker. Dat is echt insane. Hoeveel knokkers hebben we op dit moment dan al? We hebben momenteel al 24 knokkers. En we hebben nog 6000 edelstenen te gaan. Dat is echt bizar. Maar we hebben daar natuurlijk nog Piper, Pam, Bee, Nani, Tara, Jean, Max, meneer P, Sprout, Sandy, Amber en Colette die we allemaal kunnen krijgen uit dozen. Maar door te pushen kunnen we natuurlijk ook nog die bol vrij spelen. Jessie zou ook kunnen. Maar misschien dat we dat morgen gaan doen. Gaan we morgen wel pushen, dan doen we dat er even bij. En dan wil ik in ieder geval Jessie en bol ook vrij spelen, want dan hebben we weer 2 knokkers erbij. Ik zei Mortis, yes. Seth die zei dat. Mortis, yes, ik heb het goed. Renate die zei ook dus Mortis.
Iedereen, ja, niemand kan het meer geloven eigenlijk hoeveel geluk ik heb. Ik vind het ook zelf heel bizar. Maar we gaan nog even doos openen, want we hebben nog 900 die we mogen openen ongeveer. Dus we mogen nog meer dan 10 dozen openen. Wat natuurlijk bizar veel is nog steeds. Dus de kans dat we nog iets krijgen is vrij groot. Maar nu nog niet. We krijgen 5 resterende items. Maar ja, weet je, we hebben al zoveel geluk gehad. Je kan ook niet altijd geluk hebben. Maar op het moment dat ik dat zeg, krijgen we 7 resterende items. Ai, 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 ai. Dit is wel echt heel lijp. Oké, 7 resterende items. Let's go. Het kunnen natuurlijk gadgets zijn. Het kan ook iets anders zijn. Het kunnen ook weer 2 knokkers zijn. Maar als het 2 knokkers zijn, zijn het sowieso 2 epische of zeldzamere knokkers. Dus dat zou echt heel bizar zijn. Dat zou echt heel bizar zijn. Noah, die vraagt, kun je mij een shout-out aangeven? Dikke shout-out naar Noah. Gewoon puur omdat je aan het kijken bent, geef ik je een shout-out. Maar oké, laten we nu maar even gaan drukken. Wat gaat het worden? Ik denk de eerste een gadget. Als we meteen een knokker krijgen, dat zou echt bizar zijn. Ja, het kon niet anders. We krijgen de gadget van Nita. Nep bond, dus op zich is dat wel nice. Maar dan kunnen we nu nog steeds een knokker krijgen. En als we nu nog een knokker krijgen, dat zou ook bizar zijn. Maar 2 gadgets zou natuurlijk ook wel bizar zijn. Ik zie trouwens ook comments kappen nu. Ze vinden het gewoon niet meer leuk. Ze vinden het gewoon niet meer leuk hoeveel geluk ik heb. Iemand die dacht dat ik Amber en Nani zou krijgen uit deze doos. Nou, dat is dus niet het geval, want we hebben een gadget gekregen. Dat zou echt ziek zijn geweest. Maar we kunnen nog een knokker krijgen, dus we gaan drukken in 3 seconden. 3, 2... 1 en ja! Oké, hij zei Nani. En we krijgen wel Nani. Geen Amber dan, maar we krijgen gewoon Nani. Een gadget en Nani. Het is echt heel bizar. Ik had gehoopt dat dit een goede livestream zou worden met veel goede knokkers. Maar dit is echt insane. Dit is echt insane. Zoveel bizar goede knokkers. Echt, wat? Wat? Dit is echt niet normaal. We krijgen gewoon nog Nani ook nog. Dit is echt niet meer leuk. We kunnen trouwens Rico even gaan upgraden. Heb ik? Nee, die kan ik dan bijna upgraden naar kracht level 7. Maar dit is echt niet meer leuk gewoon. Dit is niet meer leuk. Ai, 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 ai. Er zijn er trouwens wel wat mensen na die. Dus wel ziek en ziek nice voor degene die het goed had gegokt. Maar we zitten momenteel op de 25 knokkers. En we hebben nog meer dozen te gaan. Want we kunnen nu nog steeds 600 edelstenen opmaken. En daarna gaan we dus nog even minigames doen. En dan klopt mijn berekening ongeveer wel dat we zeg maar tot 2 uur dozen aan het open waren. Ik wou eigenlijk ook nog even iets gaan pushen, maar dat doen we morgen dan wel. Weet je, we gaan nu gewoon lekker door. Maar we hebben weer 6 resterende items. Dus het kan een gadget zijn. Het kan een nieuwe knokker zijn. Het kan van alles zijn. Maar het is in ieder geval weer iets. En dat is alweer heel lijp. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. We gaan erachter komen. Wat gaan we krijgen? Wat gaan we krijgen? Stop nou, Joran! Luke, stop nou maar. Ja, het is echt niet normaal. Ik had het ook niet geloven. Jeno, dankjewel trouwens voor de 1 euro donatie. Ik zie hem nu net binnenkomen. Dikke shout-out naar jou. Oké, we gaan drukken. Gaat het weer een knokker worden? We gaan erachter komen in 3 seconden. 3, 2, 1 en het wordt... Ah, het gadget. Oké. Nog steeds nice. Gold, Colt sneller herladen. Eigenlijk die andere gadget van Colt is nog veel nicer. Maar in ieder geval nice dat we weer een gadget krijgen. Ik ben benieuwd of we nog 1 knokker kunnen krijgen voordat we bij de 5200 zeg maar edelstenen zitten. Want dan stop ik met edelstenen uitgeven. Dan gaan we morgen de andere helft uitgeven. Dan heb ik precies de helft uitgegeven. Dan hebben we dus voor 250 euro ongeveer aan edelstenen opgemaakt. Maar ja, als je ziet wat we hebben gekregen, dat is wel echt bizar. Trouwens, vet veel mensen dachten dat we Piper zouden krijgen, zie ik nu. Dus misschien dat we nog Piper gaan krijgen. Dat zou wel lachen zijn als we nog 1 goede knokker kunnen krijgen. Maar daarvoor hebben we nu nog 400 edelstenen over. Dus we kunnen nog 5 megadozen openen. Nou, hier krijgen we niks uit. Dus hebben we nog 4 kansen. Nog 4 kansen, nog 4 kansen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. We krijgen nu nog meer... Nou. Ik... Nee. Dit is echt niet normaal. 7 resterende items weer. 7 resterende items. Wat?
Ai, dit is wel heel ernstig. Dit is wel echt heel ernstig. 7 resterende items. No way. Wat gaan we krijgen? Gaan we 2 knokkers krijgen? Ik word helemaal gek. Trouwens, er zijn ook nog best wel wat mensen die geloven dat ik nog een legendarische knokker ga krijgen. Nou, als ik zoveel geluk heb als wat ik tot nu toe heb gekregen. Je krijgt nog Colette. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar als ik zoveel geluk heb als wat ik nog tot nu toe heb gekregen. Dan zou het best wel kunnen dat we hier gewoon weer 2 knokkers uit krijgen. Maar 2 gadgets zou natuurlijk ook kunnen. Maar hoe dan ook, we hebben geluk, want 2 gadgets in 1 doos is nog steeds goed. Oh, gast! Nee, 7 gesneden items, echt iedereen gaat weer los. Oké, maar we gaan hem openen, wat gaat het worden? Oké, de eerste is de gadget. Dat had ik al verwacht. Het is de kans dat je nu nog 2 knokkers krijgt in 1 doos is zo bizar klein. Maar het kan natuurlijk wel, maar die kans is echt heel klein. Maar we krijgen een gadget van Barley. En wat krijgen we nog meer? Wordt het nog een knokker? Wordt het nog een knokker? Ik zag trouwens ook best wel veel Pam voorbij komen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. En Pam is natuurlijk ook goed. We gaan drukken in 3 seconden. En dan komen we erachter wat het gaat worden. 3, 2, 1. En wat wordt het? Ah, het wordt weer een gadget. Oké. Krijgen we nu beide een gadget? Nee. Die andere gadget van Nita had ik al. We krijgen een gadget van Barley en een gadget van Nita. 2 gadgets in 1 doos. Is alsnog mega goed, maar het is natuurlijk niet zo goed als 2 knokkers. Maar oké, geen nieuwe knokker. Dat moest ook een keertje, hè. Gewoon, je kan niet altijd nieuwe knokkers krijgen. 5 resterende items. Even kijken trouwens ondertussen of ik nog een knokker kan upgraden. Ja, ik kan Roos upgraden naar kracht level 7. En Carol kan ik ook nog even upgraden. Die heb ik dan bijna kracht level 7. Op zich wel nice, man, hoe lekker we gaan. Dit is echt niet normaal. 25 knokkers. Ik had nooit verwacht dat we zo hard zouden gaan. Maar we kunnen nog 2 megadozen openen. Dus nog 2 kansen op eventueel een knokker. En dan gaan we minigames doen. En daar kunnen jullie dus aan meedoen aan de minigames. Maar we hebben dus nog een kans dat we nog iets krijgen. We hebben in ieder geval 6 resterende items. Dus het zou kunnen dat we nu iets gaan krijgen. Iemand zei pech. Ja, over de vorige doos dat ik 2 gadgets krijg. Of kreeg. Maar 2 gadgets in 1 doos is geen pech, hoor. Dat is nog steeds mega goed. Maar ja, aangezien ik zoveel mazzel heb gehad tot nu toe, denkt iedereen eigenlijk, ja, dit is wel echt, dit is toch iets minder goed. Maar het is nog steeds mega goed eigenlijk. Trouwens, bijna 6000 likes. Dus mocht je nog niet dat duimpje omhoog hebben gedaan, doe dat even. Wordt gewaardeerd. Maar laten we maar gaan drukken, want we hebben weer een resterende item. Oh, dit is wel echt de lijfste gadget die er is. Dit is de gadget van Colt. En Colt is momenteel mega goed. En dat heeft 1 simpele reden. En dat komt door deze gadget. Want met deze gadget heb je gewoon 1 grote kogel. Die evenveel damage doet als alle kogels van Colt bij elkaar. Plus hij schiet door muren heen. Dit is echt een niet normaal chille gadget. Dus dit is wel erg nice. Dit is bijna net zo nice dan dat je gewoon een slechte knokker zou krijgen. Want dan wordt Colt in 1 keer echt veel beter. Maar we kunnen trouwens ook nog 3 grote dozen openen. Want ik mag nog 93 edelstenen opmaken. En dat zijn 3 grote dozen of 1 megadoos. Maar met 3 grote dozen dan heb je precies 90 edelstenen opgemaakt. En met die 1 megadoos niet. Dus we sluiten af met 3 grote dozen. Eens kijken of we nog massa kunnen hebben uit de grote doos. Ik weet het, ik heb al te veel geluk gehad. Maar je weet het niet. En Dynamite kan ik volgens... Ja, die kan ik nu upgraden naar kracht level 7. Dus dat is nice. Jackie, nee, die kan ik nog niet upgraden naar kracht level 7. Maar we kunnen misschien zo meteen even kijken hoeveel knokkers ik verder kan upgraden. En trouwens, met 1800 coins kom je niet heel ver. Maar in ieder geval, nog nice dat we 2 grote dozen mogen openen. Oftewel, kunnen openen. Het zou mooi zijn als we nog 1 keer iets kunnen krijgen. We hebben nog 1 grote doos. En dat wordt het voor de doos in ieder geval voor vandaag. En dan hebben we precies in 1 uur tijd mijn 5200 edelstenen opgemaakt. En die andere 5200 die gaan we dus morgen opmaken. Maar oi. Iedereen wou trouwens dat ik 1 megadoos ging openen. Nou, dat is nu helaas te laat, want ik heb 3 grote dozen geopend. Oké, we krijgen tot slot. Krijgen we nog iets? Nope, helaas niet. En de kans dat je uit grote dozen krijgt, iets krijgt, is natuurlijk ook wel kleiner. Maar wat een livestream. Wat? We hebben gewoon 25 knokkers op dit account. Maar ook gewoon zoveel zeldzame. Als je kijkt, we hebben 3 chromatische. We hebben 3 legendarische. 2 epische. We hebben 4... 2 mythische en 4 epische. En voor de rest hebben we alle super zeldzame en zeldzame knokkers. Ja, we kunnen hier nog wel wat knokkers krijgen. Maar dat zijn ook allemaal zeldzame knokkers. Maar we gaan dus morgen kijken wat we nog meer kunnen krijgen voor die 5200 edelstenen. Dus wees erbij, morgen bij de livestream. Ook ga ik weer om 1 uur live. Maar we gaan nu nog eventjes minigames doen. Want jullie vinden het ook altijd leuk als we minigames gaan doen. Dus dan gaan we dat nog even een half uurtje doen. En dan gaan we eens kijken of ik ook nog een paar leuke minigames kan winnen. Dat doe ik op mijn hoofdaccount gewoon om de simpele reden
dat ik zeg maar hier gewoon maps heb. En trouwens, die map van vandaag is echt bizar, die solo showdown map. Ik zal even één potje laten zien aan jullie. En daarna gaan we even een minigame doen. Maar die map slaat helemaal nergens op. Maar voor iedereen die dacht dat ik rond de 20 knokkers zou hebben, zeg maar... tijdens mijn livestream die altijd even goed mis. Maar wat ik trouwens doe in deze map is gewoon de hele tijd super spammen met rozen. En dan heb je kans dat je gaat winnen. Carl is ook erg goed. We zijn nu 10e geworden. Dat is weer een beetje jammer. Maar het is wel echt een geniale map. Maar we gaan dus even minigames doen. Hierna, nou ik doe nog één potje. Daarna gaan we minigames doen. Maar laat me even weten in de chat wat jullie willen. We kunnen een ticketje doen. Maar ik heb ook andere leuke minigames die we kunnen gaan doen. Dus laat me even weten in de chat. Ik zal even hier hitten. Ah shit, we zijn nu weer dood. Hoeveel ben ik weer laatst geworden? We zijn gewoon 2 keer laatst geworden. Het is ook gewoon dikke massa. Oké, nee. Ik ga niet verder spelen. We gaan eventjes minigames doen. Ik heb een aantal minigames die we kunnen gaan doen. Wat is deze map? Oh ja, dit is gewoon een normale map. Maar hier zouden we eventueel verstoppertje in kunnen doen. Dus dat is wel leuk. Of ticketje. Dat kan je hierin doen. Dat kunnen we doen. We hebben hier 5 versus 5. Dus dan speel je 5 versus 5. Dat zouden we ook kunnen doen. Dat zouden we kunnen doen met random knokkers. Dus dat zou ook leuk kunnen zijn. Laat me weten wat jullie willen wat voor minigame gaan doen. We kunnen ook Pak de Boeven doen. Dat is een minigame die ik een tijdje geleden heb gedaan op mijn YouTube kanaal. En dan heb je 9 bulls. Oh nee, 2 jeans, 8 bulls. En dan moeten de jeans proberen de bulls te pakken. Dus dat is ook een leuke. Wat we ook kunnen doen is een mega race. Dit is namelijk een nieuwe race die ik heb gemaakt. Je moet gewoon proberen in dat laatste vakje te komen. En dan moet je door al die jump pads rennen. Heb ik speciaal voor de livestream gemaakt. Dus deze hebben we nog niet eerder gedaan. Dus dat zou ook kunnen. We hebben wel van alles wat. Dus laat even weten wat we moeten gaan doen. Doe verstoppertje. Jump club. Ja, we hebben echt heel veel. Ticketje. Ja, ik denk dat race... 5 versus 5. Ik zie echt van alles. Ik zie van alles. Oké, we gaan van alles doen. Maar we doen het even qua volgorde. We beginnen met de mega race. Dus we doen eerst de race. En daarna gaan we gewoon door. Dus we beginnen met de race. Daarna gaan we Pak de Boeven doen. Daarna gaan we nog een ticketje doen in de Bowser Army map. En daarna gaan we ook nog 5 versus 5 doen. En dan doen we elke minigame doen we ongeveer 3 potjes. Dus dan doen we alles iets. En jullie kunnen gewoon meedoen. Ik zal het hier openzetten. Dit is de teamcode. Die teamcode kan je meedoen. Dus meedoen met code moet je dan drukken. En dan kan je die code invullen en dan kan je meedoen. De kans dat je zelf meedoet is wel wat kleiner. Omdat er natuurlijk momenteel 5000 mensen mee proberen te doen. Dus... ja, hou er rekening mee. Maar in ieder geval zijn nu al de eerste... Rip Jones, oh joh, die was wel snel. Maar in ieder geval, die kunnen dus meedoen. We gaan dus eerst de mega race doen. Ik zal zelf even een knokker selecteren. Ik wil wel Max zijn. Of wat zou ik wel opvolgen? Of krachtlevel? Zelfs aan mij het aflopen doe ik het wel. Max, die moet dan hier echt staan. Ja, die staat hier. En Max is natuurlijk OP. Max is OP. Iedereen gaat los. Oké, even de regels voor de race. Je mag niet schieten. Je mag helemaal niet schieten. Je mag alleen je gadget gebruiken. Dus op het moment dat je knokker hebt waarmee je sneller naar voren kan gaan met je gadget. Bijvoorbeeld een Max of een Shelly. Dan mag je die gebruiken. Maar je mag niet schieten. Voor de rest is het gewoon zorgen dat je in dat vak op het eind komt. En in dat middelste gedeelte is een soort van mini-doolhof. Dus daar moet je ook proberen doorheen te komen. En in het begin je moet gewoon zo snel mogelijk zijn. Eigenlijk vrij simpel. Knokken mag je zelf weten, maar niet elkaar killen. Dat is eigenlijk een simpele regel. Rino, dankjewel voor de 1 euro donatie. Luki die zegt, ik kan niet. Ja, dat komt omdat er zeg maar al 10 mensen in zitten. We doen elke keer weer met nieuwe mensen. Dus elke keer als we aan het eind van de potje zijn, leave ik hem weer. En dan doe ik hem weer, dan ga ik hem opnieuw joinen. En dan kunnen we weer 9 nieuwe mensen mee aandoen. Fijne kerst, zegt Mats. Dankjewel. Jij ook fijne kerst, Mats. Dankjewel. Maar als Rip Jones en Tesla eventjes op ready doen, dan kunnen we beginnen. Oké, let's go. De race. De eerste race. Zou mooi zijn als ik hem ga winnen. Oké, we moeten even hier even gadget aanzetten, zodat we een beetje naar voren gaan. Oké, oh! Carl was natuurlijk ook mega goed met zijn gadget. Dat was slim. Dat was echt geniaal bedacht. Oké, er zijn ondertussen wel wat knokkers op het eind. Maar daar is nog een Carl. En natuurlijk Byron kan ook. Maar die heeft ze super gebruikt. En dat was officieel niet de bedoeling. Maar maakt niet uit. Oké, we gaan verder. Ik ben benieuwd of ze al bij het eind zijn. Oh, die Byron die heeft er gewoon overheen gejumpt. Yo, oké, daar moet ik even duidelijkheid voor maken. We kunnen je hebt trouwens meerdere wegen waar je langs kan gaan. Dit is één van de wegen.
En ik ga hier vrij soepel door, om eerlijk te zijn. Misschien dat ik nog tweede kan worden. Ik ben benieuwd. Maar die Byron... Oh, Tesla! Oh, die deed dat. Oh, ik ben tegelijkertijd met Tesla. Tesla was iets eerder. Maar Blabberflapper, die zit volgens mij ook in de bouwzami. Die was Byron. Op zich wel slim bedacht. Dat moet ik hem zeker nageven. Maar we doen zo meteen nog wat racen. Maar dan moet je het zeg maar doen zonder super. Dus je mag niet over muurtjes heen springen. Want anders wordt het net te makkelijk. Ik ben NL. Wel GG's. Ik ben benieuwd of we het nog weer gaan halen. Ik heb de map wel precies zo gemaakt dat je het kan halen. En aan het einde jump. Maar in principe kunnen we nu elkaar wel killen. Maar wel leuk, wel leuk. Oké, we doen nog een keertje. Maar voor degene die mee joinen dan. Je mag geen knokkers zijn waarmee je over water kan of over muurtjes. Dus je mag Carol wel zijn, maar dan mag je niet zo'n gadget gebruiken dat je over water heen kan. En Byron mag je ook zijn, maar je mag niet je super gebruiken om over muren heen te springen. Maar ik verlaat hem even. En dan gaan we weer een nieuwe maken. Want dan maak ik gewoon weer vriendschappelijk. En dan ga ik hem weer even selecteren. Mega race. En dan kunnen jullie weer meedoen. Dus vul die code in en dan kunnen een aantal van jullie meedoen. En dan doen we nog twee keer de race. En daarna gaan we door naar de volgende minigame. Het is Edgar, geen Byron. Oh ja, sorry. Ik heb... Af en toe vergis ik me wel als ik knok is. Het is natuurlijk Edgar. Ja, ze kwamen wel tegelijkertijd uit. Misschien vandaar de vergissing. Maar natuurlijk is het Edgar. Maar join de code. De eerste mensen die joinen nu ook al. En in principe kunnen we dan gewoon beginnen. Ik blijf gewoon lekker Max, want ik vind Max wel een echt chille knok helemaal met zijn gadget. Dus dat is nice. En dan hoop ik dat de rest ook zo meteen ready gaat drukken. Joran is stom. Nou, dankjewel Marleen. Dat kan je natuurlijk prima vinden. Welke code? Nou, als je iets wil kopen, de code Bouws. Of hij bedoelt waarschijnlijk de code die je moet invullen. Die laat ik zien. Op het moment voordat we een potje beginnen, dan druk ik eventjes en dan zie je een code in het scherm. En dan kan je daaraan meedoen. Trouwens, dikke shout-out naar iedereen die gewoon nu nog aan het kijken is. Gewoon nog 5000 kijkers tijdens de minigames. Wel nice dat jullie gewoon blijven hangen. Dus dikke shout-out naar jullie. Maar ik wil wel, zeg maar, op het moment dat je mij joint, dat je gewoon redelijk snel op klaar drukt. Want ik heb geen zin om de hele tijd heel lang te wachten. Mocht het echt te lang duren, dan moet ik je helaas kicken. Dus als... Oh ja, hij start al. Oké, top. Nou, op zijn concentratie. Dan moet ik even deze race gaan winnen. Let's go. Oké, meteen mijn gadget. En dan kijk, dan kan ik hun terug laten jumpen. Let's go. Dat is het voordeel aan de gadget van Max. Op het moment dat je meteen vooraan loopt, want dat moet je hebben. Want anders kan je teruggejumpt worden. En dat moet je niet hebben. Oké, er is een goal, een Brock bedoel ik. Oké, ik sta hier nu redelijk vooraan met Daan. Oh, ik hoop niet dat ik terug... Oh, nee! Ik zei het. Hij liep net iets voor mij. Ik dacht, ik hoop niet dat ik teruggejumpt word. Dat gebeurde wel. Oh, anders had ik nog kunnen winnen. No way. Kijk, en daarom is dit wel leuk. Kaasman, die loopt ook wel vrij achter. Hij is al primo. Zit trouwens volgens mij ook in de bouwsarmie. Of zat in de bouwsarmie, dat weet ik niet meer precies. Maar oi, 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 oi. Je mag die super niet gebruiken, dus dat ga ik nu ook niet doen. Blabberflap. Oh, Brock. Die had ik zijn gadget daarin gezet? Dat kon ik nu niet helemaal goed zien. Ik zit hier vast. Ik zit hier vast. Oké, nu kan ik er wel door. Dit is af en toe wel echt zo irritant aan deze muurtjes. Oké, ik ga totaal niet eerste worden. Ik ga totaal niet... Nee! Wat doe je, Kaasman? Oh ja, je mag je gadget gebruiken. Dat heb ik gezegd. Dus hij deed eigenlijk niks verkeerd. Oké, nou, we gaan nu even bovenlangs. Op de een of andere manier vind ik bovenlangs net wat chiller. Ik zeg even... Oh shit, ik wou mijn gadget inzetten. Ah, yo, ik ga totaal niet lekker. Ga ik nu nog laatste worden ook nog? Yo, dit is echt stom. Dat ging zo goed en nu blijf ik totaal steken. Oké, we gaan het in ieder geval nog halen, want ik kan die jump nog maken. Maar oh, dit was wel slecht. Oké, we doen hierna nog één keer deze minigame. En dan heb ik het toch nog gehad. Ik kom tegelijkertijd met vier anderen. Dikke shout-out naar iedereen die mee heeft gedaan. Oi, oi, oi. Maar dit is wel slecht. Wat is de code? Ik laat hem zo meteen aan jullie zien. We kunnen hier... dan moet ik naar vriendschappelijk gaan weer. Wat ik dus doe, ik lief de hele tijd en dan kunnen gewoon 9 nieuwe mensen joinen. En zo doen we het gewoon de hele tijd. Maar dan moet ik even meegerace. Dit is de code die hier staat, dan moet je ook meedoen met code. En als je die code invult, kan je meedoen. Alleen de eerste 9 mensen die meedoen, die kunnen dan meedoen. En anders heb je helaas pech. Je hebt een dik hoofd met Max. Ja, daarom kan ik natuurlijk niet tussen die muurtjes lopen. Ik moet gewoon een andere skin selecteren. Zul je zien dat ik nu in één keer dik snel ga. Streetwear Max. Die ziet er echt uit als heel snel. Dus die ga ik wel dragen. En die is wat minder dik. Oké, maar er zijn alweer allemaal mensen gejoind.
Sommige mensen die joinen meerdere keren, weet je. Ik ga nu niet elk potje weer mensen kicken omdat ze dan al een keertje hebben meegedaan. Het is gewoon degene die als eerst joint heeft mazzel. Dus ik doe het op die manier. En ik leg het uit in de livestream en dan gaan we gewoon meteen starten. Dus als je joint, druk dan meteen even op start. Maar hierna doen we een andere minigame. Laat even weten wat we hierna moeten doen. Ticketje, vang de boeven of 5 versus 5. Eén van die drie minigames gaan we hierna doen. Laat even weten in de chat wat we moeten gaan doen. Maar eerst nog even één keer deze race. Dit wordt de laatste race. Go, 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 go. Hopelijk kunnen we afsluiten met een win. Oké, ik ga hier even een keer... Ja, nice. Oké, ik heb Tesla teruggelaten. Nice. Oké, dan kan het misschien nu wel goed gaan. Dan kan het misschien goed gaan. Zou mooi zijn. Oh, joh. Ja, hij heeft sowieso vals gespeeld. Het is Edgar, geen Byron. Ik zei net de hele tijd Byron. Maar het kan niet zijn dat hij niet over muurtjes heeft gesprongen. Dus ik zal eventjes een boos gezichtje doen. Hij heeft sowieso vals gespeeld. Want ik was zo snel. Ik ga trouwens... Oh, moet even weer hier langs. Ik wil even bij die Edgar komen. Dit gaat vrij soepel. Het gaat in ieder geval een stuk beter als net. Dus dat is nice. Dat is nice. We kunnen mijn gadget nog inzetten. Dus dat is chill. Hij moet niet auto gaan nemen. Anders gaat hij mij misschien killen. Ik kan eigenlijk beter schieten. Ik kan eigenlijk beter schieten. Want dan, ik ga even iets naar achteren en dan ga ik nu mijn gadget inzetten. Oh no, ja, hij maakt er weer die jump. Ik vind dat ik heb gewonnen. Ik vind dat ik heb gewonnen. Want hij heeft gewoon twee keer een jump. Dus ik vind dat ik heb gewonnen. Wel nice, wel nice. Nou, ik zie ondertussen allemaal reacties. Ik denk dat de meesten zeggen 5 versus 5. Ik zie heel veel 5 versus 5. Dus dat gaan we doen. We gaan 5 versus 5 doen. Daarna gaan we nog vang de boeven doen, want dat vinden jullie ook leuk. Maar we doen eerst even 5 versus 5. Maar ik heb twee maps in 5 versus 5. Ik zal die even aan jullie laten zien. Dan zal ik weer even vriendschappelijk drukken. En dan doen we 5 versus 5. Want deze maps heb ik ook alweer een keer eerder gebruikt. Of heb ik nu... Oh, ik heb één map. Oh lol, ik had er eerst twee. Maar dat is deze map. Je bent gewoon in totaal met 5 knokkers. En dan moet je gewoon tegen elkaar strijden. 5 tegen 5. En de ene kant neemt blauw en de andere kant neemt rood. De bovenste 5 nemen blauw en de onderste 5 nemen rood. Join de code en dan kan je meedoen. Laat even weten welke knokkers we moeten kiezen. Het is dus 5 tegen 5. Dit is de code. Laat weten welke knokkers we moeten zijn. Twee knokkers die tegen elkaar moeten strijden. Dan zou het trouwens wel chill zijn als het niet te moeilijke knokkers zijn. Zodat, je zeg maar, zodat het wel knokkers zijn die iedereen heeft. Bijvoorbeeld weet ik veel, Dikke Piemel 3. Wat een naam ook weer, hè. Maar de meeste hebben volgens mij wel redelijk wat trofeeën. Maar in ieder geval niet allemaal legendarische knokkers. Want dat kan zijn dat sommigen dat niet hebben. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar dan doen we nog even een paar potjes 5 versus 5. En daarna doen we nog even vang de boeven. Want dat willen jullie ook graag doen. Maar eerst 5 versus 5. Max en Byron. Byron hebben heel veel mensen nog niet. Dus Byron die kunnen we helaas niet gebruiken. Edgar zou wel kunnen. Misschien Edgar versus El Primo. Zou dat een leuk zijn? Byron Piper zou ook kunnen. Shelly Bull. Ja, het zijn zoveel reacties. Edgar en Shelly, dat zou ook kunnen. We doen Edgar versus El Primo. Dat doen we nu. Edgar, ik doe wel boven Edgar. Edgar. Onder El Primo. En dan Edgar is blauwe teleport. En El Primo rood. Dan moet ik natuurlijk Edgar wezen. Dan zal ik Edgar eventjes selecteren. Even op kracht. De meeste trofeeën, want ik heb hem hierboven staan. Edgar versus El Primo. Het zijn een beetje gelijke knokkers. Dat vind ik altijd wel leuk. Want Edgar is natuurlijk voor dichtbij. En die kan omhoog jumpen en die doet dan damage. En dat heeft El Primo ook. Dus ik denk dat dat wel erg leuk is. En El Primo en Edgar, dat zijn natuurlijk knokkers die iedereen wel heeft. En wij moeten de blauwe teleport nemen. En de andere El Primo moet rood. Oké, okay, let's go. Ik ben ready. Ik ben erg benieuwd. Ik ben erg benieuwd. Zieke Gucci pet. Ja, dankjewel. Ik vind mijn kerstmuts ook een zieke Gucci pet. Oké, wij moeten dus naar blauw. En de rest moet naar rood. Laat even weten in de chat wie jullie denken wie gaat winnen. Ik ben erg benieuwd. En laat ook even weten wat de volgende battle moet worden tussen knokkers. Het kan natuurlijk van alles zijn. Dat was wel slim. Want dan kan hij daar misschien krachtpunten pakken. Ik kan hier deze even openen. Dan word ik mooi sterk.
Top. En kan ik deze ook nog jatten? Kan mijn gadget eventueel aanzetten? Deze kan ik nog hebben. Ja, top. Top, 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 top. Heb ik nu mooi 5 krachtpunten. Dit gaat lekker, dit gaat lekker. Oeh, daar die El Primo. Die gaat wel heel erg in de gevarenzone. Jullie moeten niet jullie super op mij inzetten. Oh, joh, die El Primo die moet nu dood. Ik wou net zeggen, jij moet je super daarop inzetten. Gaat hij dat halen? Ja, oké, dat gaat goed. Volgens mij, ja, dit gaat nog goed. Oké, het is nu 4 tegen 4. Dus het kan nog alle kanten op gaan. Oh, dat was wel gevaarlijk. Ik zou even mijn super inzetten. En dan hier, oh, ik zou even mijn gadget ook weer inzetten. Dit is wel gevaarlijk. Het is wel leuk, want het zijn echt hele vergelijkbare knokkers. Maar ondertussen verliezen de El Primo's wel hard. Want alle Edguys die overleven nu nog. Ik zal hier even helpen. Oh shit. Oké, we moeten nu even uitkijken. Oh, hier zat ook nog een El Primo. Ik zal even mijn gadget inzetten dat ik weer mijn super heb. Het is nu 3 tegen 1. Die El Primo zit hier zo. Hij zit hier zo. Jongens, hij zit hier zo. Hier. Ik wou net zeggen, het is Tesla. Ik ga even kijken of ik hem kan killen. Ik ga even kijken. Hoppatee. Edgar OP. Ja, de Edguys hebben de eerste ronde gewonnen. Laat even weten in de chat wat de volgende moet worden. Ik ben nu nog met Ik Ben NL. Wie gaat winnen? Boom. Kom maar, jongen. In principe maakt het niet uit wie gaat winnen. Ah, ik laat me wel even afgaan in de gif. Gil versus Brock. Dat zou ook kunnen, maar Gil... Ja, de meeste denk ik dat die wel Gil hebben ondertussen. Piper versus Brock, dat is een leuke. Ja, dat gaan we doen. Hoop ik wel dat iedereen Piper heeft, maar Brock heeft sowieso iedereen. Maar hopelijk heeft iedereen Piper. De volgende game wordt Piper versus Brock. Dan gaan we gewoon even kijken of dat inderdaad gaat lukken. Dat is wel een erg leuke. Dus voor degene die Piper versus Brock zei, dankjewel voor de suggestie. Erg leuk. Dan gaan we weer even vriendschappelijk doen. En dan doen we natuurlijk weer de 5 versus 5 map. Dan doen we boven Piper, onder Brock. Zal ik even Piper met mijn gouden skin, jongen. En onder Brock, dat zijn altijd de leuke battles. Maar de code, dit is de code, daar kan je natuurlijk weer meedoen. Dus join op het moment dat je klaar bent en dat je mee kan doen. Hey! Roy, dikke shout-out naar jou, jongen. Gamemouse, leuke stream. Ik ben je grootste fan. Fijne kerst, Roy. Maar er zijn nu weer mensen gejoind, dus we kunnen in principe beginnen. Ik zal het nog even uitleggen. Boven Piper. Onder Brock. Piper blauw. En dan is het eigenlijk logisch, Brock die neemt rood. Maar ik zal het toch even zeggen voor de zekerheid. Ik heb geen Piper, ik ben NL. Uh-oh, heeft hij... Shit, kijk, hier was ik dus bang voor. Hij heeft wel Brock. Even kijken of iedereen... Oké, boven Brock. Dan doen we het andersom. Dan hoop ik wel dat iedereen nu Piper onder heeft. Anders zou het wel echt balen zijn. Eventjes Brock opzoeken. Nice man. Dan zou ik wel even die gratis skin selecteren die we hebben gekregen. Die is wel leuk. Dan Oké, ik druk wel op start. En hopelijk heeft iedereen Brock boven en gaat dit een beetje goed. Zou mooi zijn. Dan kunnen we weer zo gaan beginnen. En hierna doen we nog even Vang de Boeven. En dat wordt dan de laatste minigame van deze stream. Als Daniel eventjes op ready drukt, zou mooi zijn. Of Daniel, moet ik eigenlijk zeggen. Warplace, dankjewel voor de 1 euro donatie. Maar laten we maar beginnen. Het is nu eigenlijk niet helemaal duidelijk welke teleport je moet nemen. Brock neemt deze. Oké, ja. Oké, het is wel gewoon 5 versus 5. Oké, dus het is goed gegaan. Dat is mooi. Dan kunnen we nu gewoon even gaan strijden. Dan is het nu een eerlijke strijd. En eens kijken of wij als Brocks kunnen winnen. Piper is wel erg goed hoor. Maar Brock is ook erg goed met zijn gadget. Maar ja, Piper ook. Op het moment dat jij je gadget hebt en dat jij zeg maar zo'n hit kan doen eromheen. Dat is wel echt OP. Even deze openen. Uh-oh, moet hier even uitkijken. Oei. Als ik daar werd geraakt, dan was ik al dood geweest. Sorry. Ik wil trouwens ook mijn super krijgen. Ik ga nu even naar achteren. Eventjes geconcentreerd spelen.
We hebben in ieder geval 3 krachtpunten, dus dat is chill. Maar er liggen nog meer krachtpunten. Maar de pipers, die pakken die... Oeh, daar zat gewoon een piper. Ik kan trouwens mijn gadget even inzetten. Voor het geval dat daar... Oeh, daar zat wel een piper. Maar dan zijn zijn bosjes in ieder geval wat kleiner. En dan... Oh, dat was een goede hit. Dat was een goede hit. Ja, die gadgets zijn echt goed van Brock. Die zijn echt lekker. Oh, dat was een mooie hit op die Leon. En die pipers proberen natuurlijk ook een super op elkaar te krijgen. Ik ga ondertussen even die kist openen. Mocht er een moment zijn dat we denken, nou, die kist kunnen we pakken, dan kunnen we daar naartoe. Maar dit is wel echt een spannende battle tot nu toe, dat 100%. Die Piper. Ik zal mijn gadget even aan gaan zetten. Ik moet, werd ik daar gehit door een teamgenoot? Ik weet niet, maar ik ben bijna dood. Oké, eventjes terugtrekken. Alle Brocks die moeten terug. We zijn nog met 4 Brocks tegen 3 Pipers, dus in dat opzicht kunnen we wel winnen. Ik ga hier even naar de zijkant. En die Leon, die weet nu niet precies waar ik zit. Ah, dan mis ik net mijn gadget. Ik heb nog 1 gadget. Maar ik ga ze nu even hier opsluiten. Nu moeten we uitkijken. Ik zal mijn gadget neerzetten. Oi. Het is nu 2-3. Er zijn 2 pipes over. Dit is wel de spannendste minigame tot nu toe. Het is echt spannend. Maar uiteindelijk gaan de Brocks winnen. Denk ik, want er is nog 1 piper over. Die speelt wel erg lekker, maar dit was niet meer te doen. Dus de Brocks hebben gewonnen. Mijn team heeft gewonnen. GG's. Oké, dan doen we nog 1 keer 1 vs 5. En daarna doen we nog vang de boeven. En dan wordt dat het eind. Maar laat even weten welke knokkers we nu moeten doen. Edgar tegen El Primo. Ja, die hebben we net gedaan. Dus dat doen we niet nog een keertje. Laat even ideeën weten achter in de reacties. Wat ga je na vang de boeven doen? Nou, dan wordt het eind van de stream. Dan heb ik echt dik 1,5 uur gelivestreamd. En dan morgen weer een nieuwe stream. Dus dan heb je morgen weer nieuwe kansen om eventueel te joinen bij een minigame. Dus niet getreurd als het niet lukt. Trouwens, ik zie ook weer allemaal comments binnenkomen van bijvoorbeeld Amber versus B. Het idee vind ik leuk. Maar het moeten wel knokkers zijn die iedereen een beetje heeft. Want anders is het wel echt heel moeilijk. Rosa tegen Tara. Max versus Amber, dat zou ook kunnen. Rico Colt, dat vind ik een leuke. Dat gaan we doen. En dat zijn ook knokkers die iedereen heeft. Rico versus Colt. Dat wordt dan de laatste 5 versus 5 minigame. En daarna doen we nog even vang de boeven. Maar eerst was nog even een 5 versus 5 minigame. Dan doen we boven wel... Nou, ik zal wel Rico doen. Want Colt is toch wel net iets beter. Dan ga ik proberen als Rico dan te winnen. Het is wel erg lastig. Het is wel erg lastig. Maar het is wel leuk. Dus Rico... Scott. En als Rico zijn, dan moet je echt uitkijken dat je je gadget niet op tijd of niet te vroeg inzet. Maar join de code, daar kan je meedoen. En wat trouwens slim is, omdat ik zeg maar een minuut voorloop. Op het moment dat ik dit laat zien, heb ik dat al een minuut geleden is dat in de livestream gebeurd. Dus daarom zijn misschien een aantal dezelfde, zeg maar, die kunnen joinen. Want die hebben dat door. Je moet zeg maar joinen voordat ik het al laat zien. Dat werkt het best. En de code verandert volgens mij niet. Waar kan je je t-shirt vinden? Nou, dat weet je denk ik wel. Maar dat kan natuurlijk op www.bouws.nl. Maar ik zal het even zeggen. Boven Rico. Onder Colt. En dan doen we Rico blauwe teleport. In principe is het wel zo duidelijk. Want dan is Colt automatisch rood. In ieder geval, mij lijkt het duidelijk. Als het nu niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet meer. Dat zou toch wel vrij raar zijn. Trouwens, shout-out naar jullie die nog kijken. Weer net te laat. Ja, sorry Lucas. Dat is het nadeel van minigames. Ze zijn erg leuk om te doen, maar ik kan natuurlijk niet met 1000 mensen tegelijkertijd minigame doen. Het zou wel geniaal zijn als dat ooit een keer gaat komen. Dat je gewoon met 1000 mensen tegelijkertijd kan spelen. Weet je, dan kan ik iedereen tevreden houden. Want nu zijn er heel veel mensen die het erg vervelend vinden dat ze niet mee kunnen doen. Ja, daar kan ik ook weinig aan doen. Ik probeer mijn best te doen dat elke keer weer andere mensen mee kunnen doen. Maar je hebt wel een aantal die dezelfde, die elke keer weer kunnen joinen snel. Dus ze hebben dan mazzel. Maar als ze hun allemaal even op klaar drukken, dan kunnen we beginnen. En dan gaan we hierna nog even vang de boeven doen. Als de mensen te lang op klaar drukken, dan moet ik ze helaas kicken. Maar daar gaan we al! Daar gaan we al! Op is de concentratie en dan hierna nog even vang de boeven. Maar dan hebben we nu de blauwe teleport nodig. Dan gaan we daar natuurlijk eventjes naartoe. En let's go! Alle Rico's! Ik zag trouwens Joshua, die had ook Joshua Bouse, dus dat is wel baas. Echte Bouse name. Oké, maar we hebben in ieder geval 2 krachtpunten, dus we beginnen prima. Ik weet trouwens nu helemaal niet meer welke sterrenkracht ik aan heb gezet.
Ik weet niet of ik de goede heb. Eigenlijk moet je de sterrenkracht hebben dat je extra snel loopt. Volgens mij heb ik dat ik via muurtjes extra damage doe. En dat is eigenlijk niet heel slim. Ik ben NL. Ik zal even hier die openen. Dan kan Rip Jones die openen, hopelijk. Dat zou chill zijn. En ik kan natuurlijk wel via deze muurtjes eventueel schieten. Maar we zijn nog met 10 open. Nu zijn we nog maar met 4. Ja, nu zijn wij met 4 en hun met... Oh, we zijn nu nog maar met 3. Oké, dit wordt echt een ramp. Dit wordt echt een ramp. We kunnen hier... Oké, top. Dat was 1 kill. Ik moet eigenlijk even mijn super krijgen. En dan heb ik een kans. Dan heb ik een kans. Anders heb ik helemaal geen kans. Oké, dit is een beetje balen. Ik heb... Volgens mij ben ik in mijn eentje over. Ik ben in mijn eentje over. No way, mijn team. Wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben mij helemaal in de steek gelaten. Nee, ik ben trouwens niet helemaal in mijn eentje over. Oké, top. Dit gaat wel echt lekker. Ik heb nu gewoon 7 krachtpunten. Als het goed is, moeten... Oh nee, ik was wel in mijn eentje over. Wat? Oké, maar ik ga echt als een raket. Als ik dit win, vind ik mijzelf een levendige legende. Oké, nee. Dit was echt niet te doen. Ik ging nog vrij lekker. David zegt, ik heb je t-shirt gekocht, man. Thanks, David. Dat is natuurlijk nice. Echt een boat army. Maar op zich ging dat wel vrij lekker, dit potje. Ondanks dat we hebben verloren. Maar we doen nog even een laatste minigame. En dat is Vang de Boeven. Dat is die minigame. Ik druk de hele tijd verkeerd. Dan moet ik op vriendschappelijk drukken. Het is vrij makkelijk. Je hebt 2 jeans. En dan vervolgens, die jeans moeten naar links. En de boeven moeten naar rechts. De jeans moeten proberen met hun super de bulls te vangen. Die zitten zeg maar in de gevangenis. Die moeten ze eruit trekken. En op het moment dat alle bulls eruit zijn, hebben de jeans gewonnen. En anders, ja, uiteindelijk lukt dat altijd wel. Maar het doel is zeg maar om als bull zijnde zo lang mogelijk te proberen te overleven. Dat is zeg maar het doel. Dus ik ben benieuwd of dit een beetje goed gaat werken. Je kan dus joinen met de code... Ik zie trouwens Raffi, Patty, dankjewel voor de 1 euro donatie. Maar je kan dus eventueel joinen. En dan ondertussen gaan we gewoon eventjes lekker Jean selecteren. Ik zoek zo meteen zelf 1 iemand uit die ook Jean is. En vervolgens, ik doe wel de eerste. Warner, zo heet hij volgens mij. Heeft hij Jean? Ik denk wel dat hij Jean heeft. Ja, hij heeft inderdaad Jean. Warner mag ook Jean. Ik zal wel even zeggen. De restbol. De rest. Gewoon de eerste die joint, die mag ook Jean. Het volgende potje ga ik zelf bol. En dan ga ik 2 andere aanwijzingen die Jean mogen zijn. Bol, die moet rode teleport. Bol, rode teleport. Oké, dan zal ik op ready drukken. Volgens mij is alles wel duidelijk. De bols moeten dus gewoon rondlopen. En de jeans, die moeten ze proberen te pakken. Maar ik ben benieuwd. Daar gaan we. Eens kijken wie gaat winnen van de Bulls. Ik ben erg benieuwd. Ik heb trouwens de map ietsjes aangepast. Want de Bulls die worden nu geteleporteerd in het midden. We moeten even super ophalen. En zo. Dan hebben we nu elkaar, bijna elkaar super. Oh, joh, ze zetten allemaal hun super in die Bulls. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Want nu hebben ze de hele gevangenis gesloopt. Oké, ik heb nu ook mijn super. En dan moeten wij nu proberen de Bulls te vangen. Er zit daar al 1 iemand. Ze zitten hier allemaal rechts. Ik ga... komt u maar. Ik wil eigenlijk proberen... Als ze bij elkaar staan... Dan heb je er altijd wel eentje. Hoppa. Thanks, G. Even hier mijn super ophalen. En dan zal ik hier nog even eentje doen. En dan gaan we nu weer een nieuw pakken. Even kijken of dat gaat lukken. Ze bewegen wel goed. Ik ga eventjes hierheen. Want hier zitten er weer 3. Ja. Dankjewel. Nee, je moet mij niet killen. Ik moet overleven. Die Jones... Oh, dat deed je lekker. Dan heb je in ieder geval... Want anders was het echt balen geweest. Oké, ik ben NL. Even kijken of ik die kan pakken. Oh, nee. Oh, shit. Ik pak de Jones per ongeluk nu. Oké, dat is niet de bedoeling. Heb hier een paar hits. Zal weer even Jones. 2 keer hitten. Dan heb ik weer mijn super. Oké, Joshua Bows. Ik ga jou proberen te pakken, jongen. Ja. Oké, dat zijn er... Wie heeft... Volgens mij, ik ben NL. En zelfs enig over nog. Volgens mij wel. Of zit er boven nog eentje bij de teleports? Nee, dat kan niet, want die... Oké, ik ben NL, heeft dus gewonnen. Ja, GG's. Dan doen we nog een potje, Maar dan ga ik als boel en dan probeer ik als boel te winnen. En dan mogen 2 van jullie mogen dan Jean zijn. Dan ben ik benieuwd. Sluiten we daar deze livestream mee af. Maar super nice voor iedereen die gewoon de hele livestream heeft afgekeken. Gewoon de hele livestream hadden we... Ja, natuurlijk met de doos hadden we iets meer...
dozen. Of hadden we iets meer kijkers. Dat is ook logisch. Maar in ieder geval, dikke shout-out naar jullie allemaal. Ik zie trouwens Johannes, die zegt nog, tot hoe laat ga je live? Die doneert nog 2 euro. Dankjewel. Maar ik stop zo meteen, want ik zou tot ongeveer 2:30 livestreamen. Nou, dat is er nu ook al geweest. Dan ga ik zo meteen ook gewoon kerst vieren. Want dat is natuurlijk ook leuk. Dan zit mijn werkdag er ook op. En eigenlijk is het niet echt werk. Het is gewoon Brawl Stars spelen. In ieder geval, dan gaan we dat zo doen. Ik ga trouwens de boel selecteren. Jullie kunnen weer joinen met deze code. Raffi, dankjewel trouwens nog voor je 1 euro donatie. Maar ik ga dus weer eventjes boel selecteren. Moet ik wel even de boel vinden. Die heb ik hier zo staan. Gouden boel OP. Zeg niet normaal. En dan wordt dit het laatste potje. Dan weet je wat? Die Jones, die hebben best wel vaak gejoined. We hebben inderdaad een paar keer dezelfde gehad, maar ook wel weer nieuwe. Maar in ieder geval, Jones mogen allebei Jean zijn. Of dan moet ik wel eerst even kijken of ze inderdaad Jean hebben. Heeft deze Jones... Nee, hij heeft geen Jean. Oké, dat is een beetje balen. Joshua Bowes, die heeft denk ik wel Jean. Ga ik vanuit. Ik zie het niet zo snel. Oh ja, hij heeft Jean. Dus Joshua Bowes mag Jean zijn. En dan doe ik Leon. Heeft hij ook genoeg? Dan zal ik eventjes kijken of hij ook Jean heeft. Ik zie nog geen Jean. Jean. Of kijk ik er nu kats overheen? Nee, ik zie geen Jean. Dat is natuurlijk het nadeel van als je met mensen speelt die je niet kent. En bij mij in de club heeft altijd iedereen alle knokkers. Oké, die heeft wel Jean. Dan Joshua mag Jean. Ik zal even zeggen. Mag Jean. En Daniel, die mag ook Jean. En Daniel mag ook zien. Oké, dan gaan we nu beginnen. En dan ben ik benieuwd of ik dan de laatste minigame van deze livestream nog even kan winnen. Dat zou mooi zijn. Dat zou toch wel echt geniaal zijn als dat gaat gebeuren. We gaan erachter komen. Ik heb nooit meegedaan. Ik kijk de hele stream. Ja, weet je, er zijn in totaal waarschijnlijk 3.000-4.000 mensen die bijna de hele stream kijken. Sorry, ja, niet iedereen kan altijd meedoen. Maar we gaan gewoon lekker beginnen. En als iedereen ready drukt, dan kunnen we beginnen. Het zou mooi zijn. En dan gaan we eens kijken of we deze livestream ook nog kunnen beginnen. Ja, ik weet niet anders hoe ik het anders zou moeten doen. Want er zijn allemaal mensen die zeggen... Ja, is oneerlijk, is niet leuk, zeg maar, dat je het op deze manier doet. Maar ik kan het niet echt anders doen. Dat is anders wel zonde. Oké, we moeten wel kijken dat we elkaar niet killen. Maar ik ga eventjes hierheen. Oh, daar ben ik echt volop gehit. Oké, maar we zitten nu hier mooi in de hoek. Dus dat is chill. Ik blijf even hier. Want we zitten natuurlijk nu in de gevangenis. We moeten elkaar niet killen, jongens. Blijf levend. Oké, Joshua Bowes is daar. Oeh, daar ging al de eerste. Dat was Leon. Dat is wel bizar. Echt met die supers van G. Dan word je in één keer helemaal naar de andere kant getrokken. Want dan is alles meteen kapot. Dat is echt niet normaal. Oké, we gaan even hierheen. Want die jeans zitten daar zo. Rip Jones, die doet eigenlijk... Oh, die heeft per ongeluk die teleport genomen dan. Want hij moet wel terug. Ja, want anders is het natuurlijk ook een beetje vals spelen. Waar zijn die jeans eigenlijk? Want we zitten hier met z'n allen. Maar... Oeh, hij heeft niets gepakt. Daniel, die kan nu nog pakken. Die pakt ook niks. Oké, ik ga even... Oh. Die was wel heel erg naast. Ze moeten wel wat beter gaan richten. Oké, we gaan even naar de andere kant. En dan hoop ik dat de jeans aan die kant blijven vangen. Dat zou mooi zijn. Want kijk, aan deze kant zijn ze nog helemaal niet. De kerstman OP. Oké, Daniel heeft weer zijn super. Volgens mij hebben ze wel een paar, maar nog... Oké, ja. Oh, nee. Oké, ja, ze hebben mij. Oké, jullie mogen mij vangen. Wat je moet doen eigenlijk als Jean zijnde, is op het moment dat je iemand vast hebt, naar achteren lopen. Want anders heb je kans dat je, zeg maar, niet voorbij het water trekt. Wat Joshua doet bijvoorbeeld hier, die staat bij het water. En dan heb je kans dat je hem, zeg maar, niet pakt. Dus dat is wel slim om te doen op het moment iets achter het water staan. Kijk, dan bij Daniel dan werkte dat wel. Dus op die manier. Maar ik liet me nu afgaan omdat hij me toch had gevangen. Maar er zijn best wel het bos nog open daar zo, man. Op het moment dat je nu trouwens per ongeluk de teleport neemt, dan ben je gewoon mors dood als bol zijnde. Oké, Joshua. Doe je ding, jongen. Pak er eentje. Je moet iets verder naar achteren. Oh, ik ben ondertussen dood. Dat is dan wel jammer. Hey, maar dan was dit het ook voor deze livestream. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Fijne kerstdag.
eerste kerstdag. Morgen gaan we dus weer even live. Dan gaan we nog de 5200 edelstenen die we nog hebben, gaan we dan opmaken. En ja, dat zien we dan morgen. Dus ik zie jullie graag morgen allemaal. De minigame van nu, die mislukte een beetje. Ja, dat is wel ernstig. Maar vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, zie jullie later, bazen.